Ja, goeiedag platsprekers. Mooi en jammer wie klaar zit voor een welsproken podcast. Vandaag heel wat speciaals, want we spreken namelijk met Chris Kanter. Ja, Chris Kanter. Wie kent er niet? Chris en ik kennen elkaar al sinds 2006. We hebben heel veel heen en weer geschreven. Maar eigenlijk hebben we elkaar nog maar één keer in het echt gesproken. Zien ook. En dus eigenlijk kun je wel nagaan dat ze wie zat te bekijken hebt. En dan gaan we dan ook maar gauw doen. Hoe kun je Chris van kennen? Nou, hetzelfde als waar ik Chris van kennen is de Neersasse Wikipedia. Ik zie daar ooit als tukker begonnen aan mee te schreeuwen. En toen werd ik al gauw aan het schreeuwen. De iemand uit Noord-Oud-Riesel, uit Nielussen, uit Drenthe. Dus ja, het ligt een beetje op de grenzen tussen Oud-Riesel en Drenthe. En hij schreef in het Drens en ook langs een beetje in Stellingwaars. Maar goed, dat wil niet zeggen dat hij dat alleen maar kan. Want hij woont op dit ogenblik in Madrid. Maar hij heeft ook al in Londen gewoond. Maar hij kan dus Engels en Spaans en Nederlands en Duits en Deens en plat en Afrikaans. Want het schijnt dat van zijn vaas in de kaarten komt ze uit Zuid-Afrika. En zelfs hij nog verder teruggegrijpt dan zelfs uit Mauritius. Je hoort het al wel, een kleurrijk persoon met een hele mooie wijze van kuien en wijze van schreeuwen. En nou ja, Chris, goeiedag. Mooi dat je er ziet. Wat meen je van het verschil tussen interviews en zelf en verhaal die al? Ja, dat is veel beter natuurlijk, interviews. Want dat is veel, ja, dat is voor de leur ook interessanter om te horen. Want ik zit er maar een beetje te preken en te oriënten. Zo. je lacht hoe van de benen uit ziet. Maar het is, ja, ik zit hier echt in twee kussens te kuien. Maar ja, dat kun je echt wel vernemen dat dat anders is. En dat het ook voor de leur veel leuker is om te horen, zeg maar. En het gesprek te volgen. Het kan altijd onvoorspelbaar zijn. Dat je met een inzicht komt dat je nog niet aan de dag had. Of, ja, juist. En dan kan je daar weer op voortborduren. En zo krijg je wel een natuurlijke gesprek. En wanneer heb je nou een gesprek? Waar de ene Twents praat en de andere Limburgs. Dat kan jij nooit ver. Nee, mooi toch? Dus dat ben nieuw experimenten. Ja. Dat is nou eerst in 2018. was er nog geen één opkomen. Nou ja, misschien dat er wel vrienden zijn die dat. Ik bedoel, ik had een vriendin heb een vriendin hier in Madrid. Die nota bene West-Vlaams klapte. Ja. Dat liep oorlog op Drens aan. Dus op de een of andere manier. Dus, ja, met inslikken en alles? Ja, vooral de klinkers. Ja. Maar toch ook, niet alleen de klinkers, maar ook iets van het karakter of zo. Hoe je in de wereld staat, zeg maar. Maar hoe doe je dat nou precies? Want je woont weer in Madrid. Daar was hij dus nog niet van op de hoogte. Ik ben weer na 4 jaar Londen, we rummen gewoon naar Spanje. En ik zit hier nu krap een maand. Ja. Met vriendin en al. Ik zit ook in het huis van mijn vriendin. Oh ja. Zij heeft ook bij mij woont in Londen. Mm-hmm. En zij heeft een cursus Montessori lerares voor klein grut. Ja. Adana. En ze heeft daar ook op 2 scholen gewerkt. En nu heeft ze een paar maand vrij, zeg maar. Om het eenmaal op Asum te komen. Voor Asum. En dan op een gegeven moment zal ze hier werk zoeken op een peuterspel. Zo. Oh ja, en zij is Spaanse of? Zij is in Nederland opgegroeid met Spaanse ouders. Dat waren dus gastarbeiders van de jaren 60, 70. Oh ja. Ja. En toen zij 18 was, ben ze met een trein, want ze heeft geen broers of zussen, teruggekomen naar Madrid. Mm-hmm. En sindsdien woont ze daar allemaal. Oh, maar je zegt, van Spanje. Je zegt net, het valt me lastig om me te schakelen. Ja. Heb je nou heel erg slim zoeken naar wat is nou precies het Drentse woord? Of is dat gewoon nooit een beetje zo met bezig zijn? Koop dat ook wel weer? Of? Nou, het zal wel heel gekunsteld worden om te gaan zitten zoeken naar woorden als hoe gewoon geen woord in het zin schudt. Mm-hmm. Dus wat ik zeg, dat zeg ik wel vaker. Dat is sowieso het geval dat, kom op, 94% van de woordenschat, zeker tegenwoordig, is gelijk aan het Nederlands. Ja. Het is gewoon een kwestie van, nee, ja, je moet gewoon wat, dit zal heel retrograde klinken, maar je moet gewoon wat boers praten en de klinkers aanpassen en de zaken inslikken. Ja,
Ja, nou, natuurlijk. En die tapt natuurlijk ook wat hetzelfde vaatje. Je hebt natuurlijk wel, inderdaad, wie zit Germanen en wie heeft de ene pool van Weuren. Zoveel verschil zit daar niet tussen. Dan zal het natuurlijk, dan zal het met doen met misschien met Spaans en al die andere spraken die je nog kunt. Zal dat anders weer? Heb je daar nog last van? Dus, ja, klinkt fout dat je daar zingt last van. Maar verneem je dat, je Spaans in uw Hollands gooit of in uw plat of... Nou, dat doen we sowieso wel. Ik bedoel, ik praat meestal van het team met mijn vriendin. En wij praten allemaal Engels, Nederlands. Nou, zij praat geen plat, maar Spaans. Mm-hmm. Dus die taal die wordt de hele tijd door elkaar gebruikt. Mm-hmm. Of, dus basically Nederlands. Mm-hmm. Zo ja, ik gebruik meer Engels te rennen en zij gebruikt meer Spaans te rennen. Yeah. En vice versa ook wel. Maar ik zie dat als een rijkdom. Ik bedoel, het kan ook geen kwaad. Het is interessant. Je bent altijd met meerdere talen bezig, dus je oefent de hele tijd. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel aardig. En het ondersteunt elkaar en het deent het doel, namelijk jullie begrijp elkaar. Wat weet je nog meer? Wij begrijp elkaar en bijvoorbeeld, als je Nederlands praat bijvoorbeeld, dan komt er vaak Spaanse zelfstandig naamwoorden of soms ook werkwoorden erin. Mm-hmm. En als je het hebt over de... wij praten over de trastero. En dat zal weten een basement. Ik heb het niet in het Nederlands praat. Ja, de kelder. Een kelder. Of de begane grond. Ja, die niet direct aan het huis vast zit, maar aan de woning in het gebouw heeft ze een kelder. Ja, dus het is ook makkelijker om gewoon trastero te zeggen. Nou zijn we de hele tijd trastero. En zo hebben we, omdat we nou eenmaal in een Spaanse omgeving zitten, praten wij over die realiteit, die werkelijkheid van... Ja. Het zal een beetje gekunsteld zijn zelfs om daar Nederlandse of woorden voor te zoeken. Mm-hmm. In ieder geval niet natuurlijk in de WAP. Het is ook niet nodig. Je moet er dan wel, wat mij wel dan gebeurt is dat als met iemand praten die een van die talen niet machtig is, dan gebeurt het mij nog harder vaker dat ik gewoon die woorden blijf gebruiken en dan weet ze natuurlijk niet waar ik het over heb. Maar zeg ze hoe dat aan of is het meer zo van, dan kom je later achter? Of? Als mijn vriendin erbij is, dan giet er een wenkbrauw omhoog en dan heb ik deur dat ik, dat was dan een signaal dat ik me tot de ene taal met bepalen waren die ze wel begreep. Mm-hmm. Maar ja, wat ik zeg, en wat ik eerder nog wil zeggen is, dit is weer een ander onderwerp eigenlijk, maar voor een paar dagen had ik een bepaald inzicht. Want ik zeg altijd, ja, het is zonde dat het Neder-Saxisch nou zo verwaarderd is. Het is feitelijk Nederlands. Je gebruikt de Nederlandse grammatica. Want vroeger, voor een eeuw bijvoorbeeld, was de woordvolgorde nog net weer wat anders. De grammatica was net weer wat anders. En nu is het vooral accent, klinkers, medeklinkers, dat spul. Mm-hmm. Grammatica is basically Nederlands. Dan bent er nog een paar woorden die natuurlijk nog het overleefd hebben tot nu toe. En oh wat zonde, dat het allemaal verloren gaat. Maar aan de andere kant kun je ook denken, het heeft wel wat dat wij over een taalmiddel beschikt. Het is praktisch Nederlands, of voor de platduitser is het is praktisch Duits. Maar het heeft toch zijn eigen karakter, en een heel sterk eigen karakter. En als je het zo bekijkt, dat het wat eigens blijft hebben, al kun je elkaar niet voor de gek houden dat het een totaal aparte taal is, die niks te maken heeft met de landstaal, met de standaard. Dan is het eigenlijk, ja, dan scheelt het alweer wat. Denk je dat je het wilt vergelijken met wat het met Yorkshire in Engeland is? Of met de Scots versus het... Nou, zeker met het Schots. Maar dan nog, dan bent er natuurlijk de meeste lui Yorkshire en de meeste Schotten praat dat die streektaal ook niet. Die spreekt gewoon Engels met hun eigen plaatselijke accent. Mm-hmm. En wat er weer goed zoeken voor dat je erin vindt die werkelijk... woorden en laat staan grammaticale constructies van zijn streek zal gebruiken. Mm-hmm. Al helemaal met iene die dan niet zelf ook wegkomt. Ja, nee, ja, precies. Dan is dat weer een extra barrière. En misschien dan ook weer, dat je denkt van, dat hoe jarenlang is in een print, dat je zegt van, dat doe je niet. Ja, dat is natuurlijk het andere grote punt. Kijk, het ene punt is het talige. Dus wat hebben wij aan taal? Wat hebben we nou nog? Wat is er over? Mm-hmm. Wat kunnen we dan met? Wat gaan we daarmee doen? Hoe kunnen we dat? Hoe kunnen we policies bedenken om dat weer een beetje aan te fieten? Mm-hmm. Op scholen misschien, of met lespakketten, of de ouders overtuigen dat het niet zo slim is om, of niet zo aardig dus, om met uw kinderen af en toe weer plat te praten. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is er wat Klaas Heroma, de taalkundige, dus de taal wil noemen. Ja.
of het bestiet in een bepaalde regio, in een bepaald land. Zoals in Catalonië is mijn favoriete voorbeeld, omdat dat hier KBU's is. Mm-hmm. Of het bestiet niet. Als het niet bestiet, in Friesland bestiet het dus aardig. Minder als in Catalonië, maar meer als bij ons. Dus in Noordoost-Nederland. Als het niet bestiet, zoals bij ons. Als, het is wel eens net hetzelfde. Als institutionele taal bedoel je? Dat je het niet ziet als als ik zeg cultureel erfgoed, dan klinkt het weer als iets wat op bewaard moet worden in een museum. Ja. Maar ik bedoel, als iets leemtigs wat hij wilt behouden, wat hij niet wilt dat verdwijnt. En ik weet wel dat de laatste 10, 20 jaar orde verandert. Of nou, vergeleken met daarvoor is de orde wat veranderd. Hè? Mm-hmm. De hele bewaring van de bestiet, zoiets dat er wat we Neder-Saxisch noemt. In mijn jeugd had natuurlijk nog nooit iemand van het woord gehoord. En je had het helemaal niet over een taal. Je had het over platpraten. En dat was gewoon een fenomeen, maar niet een taal. Ja. Er is behoorlijk wat in veranderd. Maar dan nog, ik bedoel, die fundamentele taal wil, die je dus hebt in Zwitserland, en die komt wel vaak met het voorbeeld van Noorwegen, hè, door iedereen als een plaatselijke streekvariant van het Noors praat, die behoorlijk anders kan weten als in een andere streek. Als dat er niet is, je kunt niet iets uit het niets toven. En je kunt een hele boom opzetten over waarom het er is dat die taal wel afwezig is. Mm-hmm. Ik bedoel, ben wij primitiever of hebben wij gewoon andere interesses? Hoe zie je dat? Hoe komt dat nou? Dat wij zo laks en geen interesse hebt in onze eigen taal. Nou ja, net wat je zegt, ik denk wel dat het stukken beter is. Worden. Inderdaad ook met, dat je denkt van ja, Neder-Saxisch, wat is dat voor woord? Al meer leuk heet dat. En ja. Gebroek het ook. En ik vernem me wat dat vooral ook jongeren, ik kan ze een beetje opdelen. De ene groep die wil heel graag aansluiten bij het grote geheel. Wie weer dan maar Hollands kan. Ik heb zelf een zetje bij een studiepunt lesgegeven. Hoor je echt verschil. Dus kunt, nou, de wat meer praktisch in de steldere jongens. Dit, meneer, wie, mooie weekend, mooi en zoek mijn best, weet ik wat, ik noem maar wat. En de ja. Andere kant, de jongens die wat, die het hele dagen op internet zit en op YouTube en noem maar op. En nou, die meer zo beginnen te praten, zeg maar. Maar ik begreep op zich wel, het argument dat je wilt aansluiten bij het standaard Nederlands, bij de grotere groep. Het is boers en achterlijk en van verleden. Achter te blijven in de wat er nog overbleef van de taal van de kleine dorpjes, waar niks gebeurt. Maar waarom is het dan zo dat in genoeg delen van de wereld, zoals de Zwitserse, is het Zwitserduits, voor zover ik weet, ik ben geen expert op het gebied van Zwitserduits, maar iedereen gebruikt het, jong en oud. Het is gewoon een levende taal. En tegelijkertijd kan iedereen het perfect Hoogduits. Ja. Het verschil in taal, de afstand tot de standaardtaal, is misschien gelijk als tussen Twents en Nederlands. Mm-hmm. Dus waarom kan het daar wel? Is die werkelijkheid van hun zo totaal anders en onvertaalbaar naar onze werkelijkheid? En kunt die twee niet dichter bij elkaar komen? Nou, ik denk wel dat kan. Maar dat heeft dus tijd nodig. Want er is ook honderden Johanne zegt dat het geen verschil was. En dat het ene slechter was als het andere. Dat zit er heel sterk in. En wie linkt cut a bee? Dus het is maar een klein gebied. En als je kijkt naar het Zwitserduits tegenover over het Hoogduits. Volgens mij zit daar duizenden kilometers tussen het centrum van wat Hoogduits is en wat Zwitserduits is. En Zwitserduits, ja, dat kan je weer hier in de Alpen, dat is van ons. En wie redt ons wat? In Nederland is er volgens mij heel slim op behamerd. Kan je geen plat van Anstaan redden jullie? En daar in Zwitserland, ja, ze hebben zich altijd gered. Ja, dus er bent altijd wel aan je zoekt. Er bent altijd wel historische en politieke redenen te vinden waarom in die ene taalgebied een streektaal praktisch uit het drukt is, zoals een peukie. Mm-hmm. En in het andere taalgebied brandt het nog lustig voort. Ja. Maar ik denk ook dat het wat te maken heeft, maar dat is weer een theorietje van mij, dat Nederlanders misschien te, en misschien ook wel Noord-Duitsers, te praktisch bent. Dus ja, minder dramatisch. Minder ja. Een gevoel van, oh, onze taal, onze cultuur. Nee, gewoon praktisch doen. Normaal doen, dat doe je al gek genoeg. Zoals ja. Altijd zeggen. Kan dat ermee te maken hebben? Dat gebrek aan vuur? Nou, dat weet ik niet. Want zo gauw hij leu vrangt hier, tenminste hier is in Twente, is dat zo. Zo gauw hij ze vrangt, dan dat was hij zegt van, oh, en onze spraak, dat is toch zo mooi en
En dit en dat. Ik hoor het wel om me heen, maar zo gauw als ze er iets praktisch met me doen, was iets hengt, dan in één keer dan schakelt ze om me. Ik heb een mooi voorbeeld, dat ik volgens mij ook al een keer eerder genoemd. Ik was bij een zakenontbijt, een zakenvrolkost. ontbijt is Hollands, ik heb het niet gebroken. Maar we waren bij een ontbijt en... Je zou niet gaan ontbijt zijn. Ja, ontbijt, ja. Imbis. Misschien het met verwanten weer. Maar dat is weer een ander verhaal. Vuur de tijd, vuur dat ook begun, zeg maar, vuur dat we echt de vergadering begun. Kun je nu weer allemaal plat? Het was in Markel, nou, hij hebt over een gemeenschap, hoe het plat nou echt de omgangssprake is, dan heet over Markelo. Maar wie kan je... En toen zei er iemand, nou, zo is begin, nou, lo is begin. Iedereen trekt de stoel achter zich, ondergaat, geen zin. En bam, wie kan je het Hollands? Nou, dat vind ik heel gek. En ik heb dat die hele vergadering heb ik ook gewoon in platte doen. En iedereen zit een beetje om te lachen. En dan denk ik van ja, maar het is maar net waar je gewoon zit, waar je gewend zit. Dus, ja, want die verklaring van, oh ja, het plat is zo mooi en het komt zo kort bij. Ja. Zou ik ook dan vaak horen persifleren. Zolang het totaal vrijblijvend is, zolang het niks geen gevolgen hoeft te hebben, je zegt het gewoon tegen elkaar. Hè? Plat praten onder elkaar of mensen die dezelfde streek, die kunnen zeggen, oh ja, het is mooi. Maar ze zullen het niet zo gauw verdedigend tegenover en daardoor, want dan zullen ze weer schamen. Ja, misschien. Precies. Ja. Ik heb dat ooit aanhaald in mijn onderzoek voor het afstuderen. Daar kom je weer met de accommodation theory van Howard Giles, uit 1991 volgens mij. Leugen geeft altijd wenselijke antwoorden. Ja. En zeker met een sprake die zo stigmatiseerd is als die van ons, zou leu die sprake eier het Hollands vrangt een afvlakkend antwoord geven of een afzwakkend antwoord geven over die sprake aan te sluiten met Hollands. Maar zo gauw als ze vrangt in plaats van vind je van die sprake, ja, gewoon mooi, dat moet blijven. En dat kan wel met elkaar, waarom niet? Maar zo gauw het puntje bij Pelkenkeup en die zegt van, ja, nou, gebruik het dan ook eens. Nee, dat is niet netjes, dat kan je niet maken. Dat is een van de eerste dingen, daar kan ik me ook wel een beetje aan argeren. Dus zo gauw hij zegt van, ja, goh, Loos, kan je nou een plaat op de seconde? Ja, dat is mooi, maar ze moeten ook wel goed Hollands kunnen. Ja, tuurlijk, dat zeggen we toch ook niet. Maar... Snap je? Het gaat altijd toch wel een zeng dat het toch wat minder is, zeg maar. Nou, niet meer vergeten nou Hollands kan je het. Ja, maar volgens mij kan het er ook mee te maken. Er kan allerlei elementen bij kijken, maar één kan weten dat dus, zo pas ook al zei, het liep nou zoveel op de standaardtaal, dat mensen misschien terecht afvraagt van, ja, wat valt er nog te redden? Wat is het nou veilig? Hè? Ja. Zoals Ronald Plasterk, destijds minister van cultuur, ik weet niet of al fort is, ja. Die nam het Fries op de haak van, ach, het is, ja, je goed kijkt, het is gewoon Nederlands. Hè? En even, tot op zekere hoogte heeft een punt dat het Fries ook enorm beïnvloed is door het Nederlands. Klopt, dus inderdaad bepaalde uitdrukkingen. Het is een reden dat ik nooit Fries gestudeerd heb, maar dat ik het toch prima kan lezen zonder één probleem. Omdat het gewoon geënt is op het Nederlands, grammaticaal. Ja, veel sterker als vroeger het geval weg zou hebben. Mm-hmm. Het kan best wezen dat verduizend jaar nog meer leek op het Engels van toen. Maar ja, daar hebben we nou weinig mee te maken. Mm-hmm. Dus aan de ene kant heb je talen zoals het Cornish en het Iers. En die hebt weer een eigen probleem van. Het heeft zo totaal niks te maken met de standaardtaal. Dat u begrijp er absoluut helemaal niks van. Ja. Yeah. Daar is het probleem. Hoe kunnen we de mensen ervan overtuigen dat ze zo'n onbegrijpelijke taal moeten leren, dat het nog hangs goed voor is? Mm-hmm. Of het is bij ons, het is zo verwaterd en het ligt zo sterk op de standaardtaal dat je kunt afvragen van, ja, of hoe moet je verdedigen dat er sowieso wat over is om groots op te winnen? Mm-hmm. Nou ja, ik denk dan altijd van, hoezo is het Nederlands? Misschien is het altijd aan zo kort bij elkaar wes. Bepaalde structuren, wie spreekt allemaal West-Germaans? Dus logisch dat er heel veel onder, wat eronder ligt, hoe hetzelfde vetje tapt, zeg maar. Dat het allemaal hetzelfde is. Maar ja, voor mij is het gewoon zoveel. Als Leu dat vindt, dan is het zo, denk ik dan. Zo. Ja. Kijk, en ja, het is bij mij altijd een beetje, zeg maar, ik signaleer als sprakenkundig onderlegde om er nuchter naar te kijken. Maar van de andere kant, kijk ik er als mensen naar. En dan denk ik van, ja, nee, onze spraken ligt heel slim onder dat Leu altijd maar dezelfde misverstaan blijft herkomen. En dat kan wat dan doen. En het kan ook weer de andere kant op groeien. Maar dat hebben we helemaal zelf in de handen.
Ja, en als je dan praat over wat kunnen we dan doen, dan kunnen we kijken naar nou, wat gebeurt er dan ook. En je hebt dus dat Neder-Saksische convenant, waar ik niet bovenop zit. Dus ik weet, voor zoiets dat ik begrepen heb, is het oorlog symbolisch. En weer een gelegenheid voor politici om te zeggen, kijk toch hoe we ermee bezig zijn. Maar het gaat niet om geld, om extra middelen. Het is meer een prestige kwestie. Mm-hmm. Voor zoiets dat ik ook begrepen heb, is het nog altijd niet het geval dat het Neder-Saksisch nou volgens dat Europese verdrag op gelijke voet stiet met bijvoorbeeld het Fries. Dat is nog altijd niet het geval. Heb ik dat gelijk aan? Nou ja, net wat je zegt, symbolisch waar, maar daadwerkelijk niet. Nee. Mm-hmm. Dus wie mag zeggen dat je een sprake hebt, hartstikke mooi, heeft dezelfde waarde en dezelfde status als Fries, maar wie mag niet vragen praktische zaken als wetsvoorschriften en al die zaken. Niet gewoon om dat in plaat te gaan vertalen. Ja, en het belangrijkste is natuurlijk het geld. Is de geld beschikbaar of niet? In Nederland, dat is ook weer zoiets, nou ja, wereldwijd natuurlijk, maar Nederlanders, die bent zo op de knip en voorzichtig en vooral niet te veel uitgeven. Mm-hmm. Tot op het... Het knieperige aan toe, ja. Ja, maar zo knieperig dat je jezelf in de voet schiet, want je verkwanselt hun eigen, wat hij nog hebt dan, wat hun mens maakt, hè? Wat hun eigen cultuur. Nou goed, ik bedoel, ik wil wel een euro per maand of per jaar betalen als iedere Nederlander dat met Zeeuws te steunen of iets wat mij niet direct aangiet. Hè? Mm-hmm. Maar als zo'n soort culturele zaken of een literair tijdschrift, ik wil wel. Ja. Ik wil het last trekken. Maar kennelijk wil niet iedereen dat. En nee. Ik ben daar wel met elkaar over eens zijn. Linkse hobby's. Ja, inderdaad. Het is dus, sinds het Wilders Tietpark is dat niet veel beter geworden met de kick op cultuur financieren. Precies. Dus er moet veel creatiefs gedaan worden door die clubs die er nog met streektaal en dergelijks bezig houdt. Mm-hmm. Doen wat ze, ruim met de riem die je al hebt. Zoals in Drenthe dus het Huis van de Taal behoorlijk veel van elkaar kreeg. Mm-hmm. In de stelling warm hebben ze natuurlijk de stelling waar we schrijvers rond. Ja. Zoals het woord zegt, het heeft dat vooral te maken met schrijven. Maar volgens mij, het is wel wat breder dan dat. Het is een heel herkenbaar cultureel instituut voor die regio. In Groningen heb je het een en ander. En in Twente heb je dus nou het nieuwe Twentehoes. Ja, klopt. Je zult mij daarin over uitstukken. Is dat nou weer zo'n museaal vluggen en middenwinterhoorn instituut? Of giet het wat de modernere kant op? Nou, volgens mij is de insteek waar dat het inderdaad wat modernere kant op geeft. Want dat wij zijn van vluggen en zo, dat lukt allemaal wel. Er zit zat heemkundevereniging die dat allemaal doet en die zich daarmee bezig houdt en het prachtig vindt. Maar het Twentehoes heeft volgens mij echt ook zijn creëren van de provincie om het op school met lespakketten in te voeren. Bijvoorbeeld één praktisch voorbeeld is natuurlijk de Wiesneuzen. Dat ken je misschien van hoe Drenthe was. Ja. Dat is een, ja. Drenthe. Ik kom ook uit Elfriesen, maar dat is weer een verhaal. Ja, oké. Okay, ja. Misschien moet je daarvoor ook nog maar even behandelen. Waar doe dialect nog elk is. Maar die Wiesneuzen, dat is natuurlijk een blad in plat vuur kleine wichteren. Spullenderwijs met de spraken bezig te zijn. Zijn ze nog bezig om dat in het oude Riesels te vertalen? Ja. En volgens mij wordt dat dus één op één oude in Twente. En nu hebben ze allemaal leur overop zelf met te helpen als vrijwilliger dat blad in alle dialecten van Twente te zetten. En dat heet weer directeur en schoolraad, die kunt zelf bepalen of ze dat gebruik willen of niet. Dus het is weer een beetje vrijheid, blijheid. Maar in ieder geval geeft het aan dat ze wel iets meer weent met de promotie. En dat is natuurlijk een goede zaak. Oké, en dit giet de kant op van wat ik een van mijn leste inzichten of conclusies is dat of wij blijven bezig met symboolpolitiek en convenant zus en verdrag zo. En plaatselijke politici van het CDA of van welke partij ook die zegt, dat is stief belangrijk. Maar ondertussen praat geen mensen meer, zeker geen jonge mensen. Mm-hmm. Of, en dit is volgens mij, want de ouders daar kun je niet meer van op aan. De enige manier om de streektaal nog wat substantieel te laten voorstellen is om het op scholen te onderwijzen. Ja. Aan de kindertjes. En dan giet het dus pertinent niet over het vrijdagmiddag muziekkwartier zien. Met wat liedjes in de streektaal. Of dat soort werk. Of wat voorlezen uit de Bijbel. Of uit een ander kinderboekje in het plat. Want in mijn tijd had je ook al Garijan en Annegien. Ja.
bij op karrenkamp of op dagkamp kreeg verder lezen. Dus hij heeft ook niks te hulp. Hij heeft ook niks te hulp. Nou, mij wel. In de zin dat ik herinner het mij graag. En ik heb er ik heb de talen gehoord van geleerd. En de anderen met mij ook wel. Maar het is niet genoeg. Ik bedoel, het is aardig. Het is een beting. Maar natuurlijk helpt het niet om de taal in stand te houden. Nee. Dus we hebben het over lesgeven op een ander niveau. En je bedoelt meer een soort taaldorp of zo? Je weet niet wat dat is, maar een taaldorp is. Ik heb ooit lessen gegeven, Engelse lerarenopleidingen gevolgd. En ja. Een van de dingen die daar, wat in die tijd helemaal hip en hot and happening was taaldorp. En daarin leert de leerlingen op een bepaalde wijze, zeg maar bepaalde situaties. En ze gaan dus zeg maar naar een taaldorp. Dus binnen de scholen creëer je bepaalde heuks en pleks, hoe ze bepaalde opdrachten men uitvoeren om die spraken te oefenen, zeg maar. En dan echt praktisch toepassen van die spraken. Dus niet maar grammatica rond een kop opdreunen. Want dan krijg je hetzelfde als wat mijn vader en moeder hebt. Die kunnen hele listen met Engels en Duits opraten, zeg maar. Maar echt Engels of Duits, dat kunnen ze niet. Ja. Of gebruiken in de praktijk is dan nog een tweede. Ja, precies. Op school leert is één ding. Oké, dus de precieze manier, maar natuurlijk op een aansprekende manier, een moderne manier gebracht worden en hoe dat precies invulling kreeg, daar kun je naar kijken. Maar geloof je dat met bijvoorbeeld zoiets als de, hoe heet dat blad, de taalwiezer? Of de wiesneuzen. De wiesneuzen. Geloof je dat dat een beginnetje is van een nieuw tijdperk van echt op school wat serieuzer bezig gaan met de regionale taal? Of is het weer, ja, water naar de zee drang en... Nou, het grappige is, want ik zit dus ook oude zetter in het professionele leren. En, net als, hè? We hebben hetzelfde beroep. Ja, klopt. Ik heb al eens een keer, volgens mij in een dag nadat het convenant was ondertekend, ik zit op Facebook in een groep voor vertalers, ging er een oproep rond van een vertaalbureau van wie zoekt vertalers Neder-Saksisch. Dus ik heb die leuke beeld, zo en zo, aan het uitleg. Nou, hartstikke mooi. Die waren er heel serieus met. En die zoekt gewoon van, ja, het is een nieuwe spraak. Of nou, nee, het is voor nooit een nieuwe spraak. Wie zoekt, leur die dat echt serieus kunt. Dus, wie was dat? Wie was op zoek naar... mensen die het Neder-Saksisch beheerst? Nou ja, dat vertaalbureau. Ja, maar je hebt het niet over hun eigen business? Ja, ook wel. Ja, tuurlijk. Ik ben daar zelf ook al jaren aan. Maar dit was een vertaalbureau uit Amsterdam. Ja. Vind ik al heel wat. Dat die überhaupt wat met het Neder-Saksisch meet. Maar die roept natuurlijk geld. Ja, dat is mooi dus dat hij dan... Het stond los van hoe? Van hun eigen... Ja, het stond er echt los van. En in de vertalershoek, zeg maar, werd het aan het deelt van... Ja, dit en dit bureau zocht vertalers dit Neder-Saksisch kunt. Toen dacht ik van, ja, dat zin ik. Ik heb er reageerd. En inderdaad, nou, ze stuur uw portfolio maar op. Nou, uw tarieven. En dus ja, het zal uiteraard nog geen vetpot worden met het Neder-Saksisch. Maar het geeft al aan dat deze erkenning al weer hele andere werelden... opent, zeg maar. Dat geeft Leu net een trad extra aanzien. Ze durft iets meer met de bus te vroeg te lopen. En pak dus ook wel zeggen, oh, die wiesneuzen. Kijk, in mijn schooltijd was er dat niet. We hebben sowieso niks over het platte gehoord. Nee. Helemaal niks. En ik kan me heuren, er was één merk bij ons in de klasse. En dan zei hij, juffrouw, hier, daar ligt een tuigpinnen. Nou, en iedereen moest een beetje me lachen. Want dat was toch een wasknijper. Ja. Dus, nou, maar kijk, en nu, ik denk in deze tijd, als je ook de PABO daarop inricht en de lerarenopleiding, zeg maar. Ja. Dan kun je dat veel meer verwijden in uw dagelijkse lespraktijk. En ja, de wiesneuzen is denk ik een ondersteunend middel daarin. Ja, dus wat u betreft, ja, je bent natuurlijk de aardse optimist en ik speel het dan maar even de advocaat van de duivel. Je meent dat... we misschien wel ons op een scharnierpunt begeeft waar het nog de goede kant op het buurt kan worden. Ja, of helemaal niet. Ja, of op een burger, ik weet niet wat ik zoiets zei. Soms met mijn werkwoorden, het giet Nederlands doorheen of ik verzin het soms. Ik doe maar een beetje intuïtief. Peor. Ja, maar goed, Martin, het is wel zo dat wat er sowieso, dat weinige wat al wel voor elkaar hebt, hè, dat er nou een algemene bewustzijn is van zoiets als het Neder-Saksisch, dat je er regelmatig over in de krant kunt lezen, al wordt er dan, stelt de meeste van die stukjes niet veel voor en weten die journalisten, heb geen idee van waar ze het over hebben. Het is al heel anders als, zoals je net al zei, in onze eigen jeugd, toen er werkelijk absoluut nooit over praten, en het was niet eens verboden om erover te praten, het was of verboden, het kwam gewoon niet in de op. Nee, precies. Het bestond, maar het bestond niet.
Nee, en nog steeds verneem ik heel slim bij de oudere generatie dat ze nog steeds denken van ja, dat doe je niet. Ondanks dat het noem vanuit de regering eigenlijk wat er zegt van toe maar, het mag wel. En nog steeds veel leu, heel slim, weet wel een van de one-liners die je nou vaker hoort is Saksisch als het kan, Hollands aan het moet, of zo. Ja. Ja. Zoiets. Maar ik zeg het dan altijd, maar wanneer moet het dan? En dat is een rekbaar begrip. En ik denk dat we wel iets meer rek in kunt kring met elkaar. Ook daar iets meer achteraan zit. Daarom is het zo'n goede slogan. Want je kunt in het begin zeggen van, nou ja, Hollands moet in orde veel gevallen. Maar dan kun je later zeggen, nou, maar hier kun je ook Saksies gebruiken. En in die situatie kun je misschien Saksies gebruiken. En misschien mag het ook wel eens in de gemeenteraadsvergadering en op scholen. Eh, zo kun je het wat wieder uitrekken. De situaties waarin het algemeen accepteerd is dat je plat praat. Mm-hmm. Gebruik je het woord plat nog of is dat helemaal uit een boze? Ik gebruik het wel. Ja. Ik neem mezelf zo'n hoge gebruik over. Ik gebruik het wel. Mij maakt het niet zo heel veel uit. Wat ik me wel aan storen is als Leu het dialect neemt. Dialect, ja. Wat voor dialect daar? Kijk, dan is het nog steeds een naamloos fenomeen, zeg maar. Neem de beestje bij het naampje. Durft gewoon te zeggen dat je plat kan je, dat je Saksisch kan je, dat je een ene spraak hebt. Ik naar Vrees zal ook niet zeggen van ja, ik kan je dialect. Nee, ik kan je Vrees. Ze is er gereuts op. En dat kan hier net zo groot. Ja, al zullen wij de komende misschien tientallen jaren nog wel het woord dialect gebruikt worden, want dat zit er ook diep in. Ja, en dat zit er heel diep in. Ja, want dat vernam ik ook. Hendrik Jan Bukkers. Ja. Ik heb hem pas dit jaar ontdekt. Ja. Ja. Kun je daar wat met? Ja, absoluut. Ja. Ik bedoel, het is wel aardig plat van biersoepen en dat soort spul, maar tegelijkertijd heeft mooie liedjes en het spreekt de mensen aan. En, maar goed, wat wil je over hem zeggen? Nou, dan was dus inderdaad kort na dat convenante erkenning was ze bij RTV Oost en is bij RTV Gelderland was. En inderdaad, bij RTV Gelderland, daar zat ook nog Freddy Jolij, een van de oprichters van Normaal. Ja. En die kwam ook niet om het woordje dialect heen. Die zei, ja, dialect. En van ja, maar het is toch nog een sprake. Kijk, daar kreeg je weer dat eeuwige cliché van dat een sprake is een dialect met een leger en een vloot. Ja. Inderdaad, bepaalde denkslag die ik heb maken. Zelfs met dat ABN, wat er ook zo diep in zit. Dat leur het nog altijd ABN neemt, terwijl het al sinds je de jaren 80 standaard Nederlands het. Ja, absoluut. Dus taalgebruik dat niet meer bij deze titel dat nog altijd voortleeft. Een ander probleem dat je hebt als je de streektaal wat algemener wilt laten gebruiken en spreken en schrijven, is dat die mensen die er wel interesse in hebt, dat zijn vaak mensen die met taal bezig bent, professioneel en of op amateuristisch vlak. En dan weet ik niet of hoe of mij dat aan de rekening kan worden, maar die bent vaak ook nog aardig pedanterig. En dan gaan we terug naar het hele debat over AO of OA. Ja. Waar al eeuwenlang over gesteggeld wordt, nou niet eeuwenlang, maar zo liep het soms. Al dat tietverspil met elkaar op de vuist gaan over kwesties die er in de final analysis niet veel toe doen. Van, moet je nou iets spellen? Welke schrijfwijze moet je aanhouden? Kies er een, het nou met OA of met AO is, of ik nou mij moet aanpassen aan een ander, graag. Voor mij mag het gisteren ingevoerd worden. Kies in godsnaam een schrijfwijze. En er is geen reden om dat niet te doen. Ik bedoel, de redens die wordt aangevoerd van, nee, je moet het niet zo schrijven, maar zo. Dat fenomeen, dat die minderheid die wel een hart heeft voor de streektaal, dat die zo vaak met elkaar stergelt en mekaars bloed kunt drinken om zulke soort pietluttige kwesties. En dan moet ik ook denken aan het Cornish. Ja. Wat dus een paar jaar, ik ben net terug in Spanje, ik woon in Spanje, ik ben net terug van een paar jaar in Londen. Dus in het Verenigd Koninkrijk heb je een graafschap dat Cornwall had en was een vroeger een Keltische taal uit Cornish praten, die nou een beetje leven in het blazen is. En er zijn weer een paar honderd sprekers van. Het is dus een taal die helemaal niks te maken heeft met Engels. Maar ik heb al wel een markt, ik heb daar een paar bladen van besteld en wat boekjes van lezen en op internet rond de snuisterd. Het is zo herkenbaar dat je hebt dan een paar, meestal mannen van middelbare tot wat oudere leeftijd. Yep.
de een heeft een woordenboek geschreven en de ander die heeft een andere taalmethode in elkaar gedraaid. Ik bedoel, het Cornish, het is zo'n klein gebied en er zijn zo weinig mensen die het kunnen. Maar er bestaat wel 4, 5, 6, 7, 8 verschillende schrijfwijzen voor. En er wordt echt oorlog gevoerd. Er is er volgens mij nog niet in omlegd. In letterlijke zin, maar het komt er kort bij. Ik bedoel, en het is zo vergelijkbaar. Het ging daar voor mij nog wat wieder als bij ons, omdat hier toch geen mensen wat kan bommen. Maar dat ze nou allemaal, die weinige energie die er is, dat die steuken wat in het verdedigen van hun kleine, onbenullige meningsverschillen is. Ja, ja, ja. Waarom denk je dat altijd een fenomeen is dat je terugziet? Want er is wat aan de hand. Is dat menselijke psychologie of heeft het ermee te maken, zoals ik aangaf, dat het misschien een beetje autistisch of Asperger-achtige seksuele bevolking is die meer voor de taal giet? Hoe zie je dat? Ja, ik herken het helemaal. Ja, hoe komt dat van? Ik denk omdat Leu het echt... Dat aan het harte geeft, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk ene. Ze zit allemaal bloot serieus. En ja, hoe kupt dat toch van? Ja, hoe zeg je dat nou? Zeeman dat ze de redder zit, zeg maar. Ze ziet zich echt als ja, de held van de sprongen, zeg maar. En ze hoopt misschien nog wel dat ze een standbeeld kringt, weet ik veel. Ja, en al die andere wijzen, ja, het klinkt allemaal weer net. Kijk, hetzelfde als I en ik. Wie schreeuwt heel haas, maar wie begrijpt elkaar wat? Ja. Maar ik kan het wel in mij vinden om mij aan te passen. Ik bedoel... Ik hoorde wel bij het type dat ik net zelf beschreven heb van hè, mensen die arm met taal bezig bent en veel meer als de gemiddelde mensen, dus dat ik niet representatief ben wat betreft mijn interesse voor taal en ook voor streektaal in bijzonder, dat begreep ik meteen. Maar ik kan wel, nou, ik gebruik dus de Drentse schrijfwijze die gebruikt wordt door het Huis van de Taal en de Bladen als Roet, een Drentse literatuurschrift, omdat dat bent de media waarin ik publiceerde, dus dat me praktisch, nou. Ja. En dat is anders als het Overijsselse gebruik van bijvoorbeeld in een woord als boerderijen, schrijf je in het West-Overijssels I apostrof J voor die klank E, die net wat anders is als in het Nederlands I. Ja, precies. Ja. Maar in Drents heb ze daar de EI voor. Nou, dan moet ik ook even versloepen om die mooie I apostrof J los te laten. Ja. Het is maar net waar je gewend bent, hè. Dat is het omhoog. Maar ik kan zeggen van, nou, vooruit, dan doen we het zo. Ik bedoel, of het nou zus is of zo, maar laten we het allemaal zus doen, of allemaal zo. Ja. En dan zijn we meteen ermee klaar. Waarom kunnen niet wat meer mensen gewoon een pragmatische oplossing zoeken voor dat soort dingen? Zodat dat soort details, waarom kunnen we die niet even gauw oplossen? Met kijk, Uldere Leur. Die hebt iets misschien al wel 60 of 70 jaar op die wijze dan. En die hebt ook een hele ontwikkeling duur gemaakt. Waarop als ze daar toos in de kum, zeg maar, op tot dat punt. En als hij dan als jong kerel daar eens in één keer met gestrekt been neergaat. En zegt van, wat je allemaal verzonnen hebt, daar sluit nou eens op. En is niet groot, nee, heel niks aan. Dat is een voorbeeld van hoe het niet met. Van zeggen van, wat je allemaal verzonnen hebt, dat met in de prullenmand. En wij komen hier met een heel nieuw systeem. Nee, je moet vergelijken. Wat hebben we hier? Wat hebben we daar? Wat kunnen we met elkaar afspreken? What makes sense? Voor één probleem kun je op verschillende manieren oplossen. Ja. Het is zo dat er één antwoord is. Dus, ja, er is een beetje traditie. Traditiefreak, zeg maar. Wie hebt altijd zo gedaan? Waarom zou het nou anders doen? Ik dacht dat Nederland zo goed waren in polderen. Nou, Nederland wel, maar... De Saxen niet. Oh. Het is volgens mij ook een beetje verdeel en heers. Dat is toch ook een beetje. Wie zit Johan vertelt van ja, iedereen kan je het als. En dat moet ook laten zien in de wijze waarop hij schreeuwt. Mm-hmm. En terwijl als je gaat kijken naar het Nederlands. Nederlands doet dat ook niet. Als ik een G opschreeuw, dan zal een Vlaming dat nog altijd als een G uitspreken. Maar hou dat soort dingen denkt Leu helemaal niet na. Yeah. Leu hecht heel slim aan een bepaalde... ons plaat, dat van mij, dat moet een zee worden. Inderdaad, kleine eilandjes en dan wat overdreven wat er allemaal aan verschil is tussen het ene dorp en het volgende dorp. Ja. Die verschillen bindt er in de praktijk, in de meeste gevallen, bindt al lange vet. Mm-hmm. Ik merk het zelf, als ik schrijf, ik bedoel, ik heb plat een beetje passief mee te krijgen als kind. Dus ik kan met mijn oma praten, mijn moeder met haar en soms andere mensen. Dus
tot op zekere hoogte heb ik het natuurlijk met de kringen zonder het zelf actief te praten. Mm-hmm. Aan de andere kant, ik ben natuurlijk ook min of meer vanaf mijn 26e voor het eerst echt geïnteresseerd en willen lezen. En natuurlijk ben ik beïnvloed door wat ik lezen heb. En omdat ik uit Noord-Overijssel dicht bij de Drentse grens kom en in Drenthe een veel levendigere taal, streektaal scene is als in Overijssel. Als in Salland in ieder geval. Mm-hmm. En het stelt ook meer voor als in Twente natuurlijk. Ik bedoel, in Drenthe hebben ze het best voor elkaar van alle streektaalgebieden van het Neder-Saksisch aanbelang. Maar goed, dat is daarvan. Dus ja. Ik schrijf er weer een beetje in optie Drents aan. En ik lees natuurlijk meer Drents, dus ik word daar een beetje door beïnvloed. Maar als ik wat schrijven en ik hoor erin wat over zeggen. Als het in Drent is, dan zeggen ja, ik merk wel dat het wat over Riesels heeft. Mm-hmm. En als het over Rieselaar, in het Neluzen, mijn dorp van oorsprong, die zegt dan ja, het heeft wel wat Drents. Ja, en, dat doen niet zoveel. Ik bedoel, wat voor Drents? Wat voor over Riesels? Er wordt te veel gekeken naar details die er niet toe doet. Ja, nee, dat is ook zo. Leur start ik altijd blind op de verschil. Zeg ik ook altijd. Ja, nee, bij ons, ik kom dan uit Riesen. In Riesen is het werk en in Enter is het werk. Zeg, ja. Nou, wat is er nou allemaal hetzelfde dan? Kijk daar eens naar. Ja, nee, maar ja, zoveel. Ja, inderdaad. Dus wat doe je toch lastig? Maar ja, leu weet dat toch gerne. Lange. Ja, of dat is het in Neluzen nou muus of moes? Mm-hmm. Nou, ik zal het u vertellen. In Neluzen is het muis. Ja, want ze kan je dan maar hollen als. Als iedereen nog muus zegt of moes, dan mag je blieden ween. Hè? Welke van die twee het nou ook is. Ja. Dus. Nou ja, dat heel gelukkig. Of gelukkig, maar dat in Riesen is het wel heel duidelijk wat plat is, zeg maar. Wat visite, wat vrouwen in de Twentse hoog, zeg maar. Dat allemaal hoes en moes moet wijn. Ja. Ja, en ook waar je hebt in Oostwijten zitten we in een hele strook bien, woed, leu van hoe Drenthe en Grunning zinnen komen. Dus die zingen in één keer weer uit en huis. Je snapt het niet, maar het besteedt. Je kunt er uren oude dissen wat het moet wijn, maar. Doet het nog gewoon en omarmt die verscheidenheid. En ja, dat hoeven mij niet per se in de spraken of in schrift naar voren te komen. Wat waardoor, ik schreeuw columns voor de lokale kranten. Kijk, ik heb natuurlijk bezig geweest met die Nisassische schriftwijze, maar daar hoef ik niet te gebruiken in dat lokale krantje. Want dat zal een beetje het doel misslaan, zeg maar. Want de Nisassische schriftwijze is vooral bedoeld naar oude paal te schrijven, zeg maar. Plus, ja. Maar wat ik waardoor is, ik neem die schriftwijze van de kring voor de Twentse spraken bijvoorbeeld, maar ik laat daar alle lokaalheden uit voort. Dus ik zeg wark, maar ik schreeuw niet W-O-A-R-K, ik schreeuw gewoon wark, want dat is breder. Want dan, ja. Want ik heb vernomen dat mijn columns ook bijvoorbeeld in Haaksebergen lezen wordt, of nou ja. In heel Twente, zeg maar. Daar komt dat allemaal in. Dus ik kan daar niet een heel lokaal scriptsysteem gewoon leu opdringen, zeg maar. Ja. Dus je zou het altijd een beetje water bij de wiemen doen. Kijk, als ik alleen een Furissen zal schrijven, dan zal het weer anders zijn. Mm-hmm. Maar ik zag gisteren geloof ik nog iemand die uit Dinxperlo kwam. Nou, de nacht er ook. En die zei van, ja, nee, je moet toch wel in de schrift laten zien dat bepaalde klinkers uitrekt. Dus bijvoorbeeld een boek is wat anders dan een boek. Ja. Dus in dat leste, wol he gerne B-O-E en dan twee puntjes. Net als in het fonetisch klankenschrift. Wol he twee puntjes achter. Om aan te geven dat die klank oerrekt wordt. Nou, maar dan denk ik, nee, leu die dat zo zingt, die weet wel dat langer moet worden. Dat hoeft toch niet in de schriftwijze of uur te komen. Niet alles hoeft te worden uitgedrukt. En wat dat betreft zou je wel een met kunnen gaan met de Drentse schriftwijze die er nou is. Want die zegt feitelijk hetzelfde. Het giet zo wie dat sommigen zegt van nou het staat wel aardig dicht op Nederlands. Maar er bent ook veel details van uitspraak die niet één op één wordt weergegeven op schrift met het argument dat weten de mensen sowieso wel. Mm-hmm. Op dit moment is het zo dat mensen die het schrijft, dat bent nog mensen die het van u uit middenkregen hebben. Dus die weten inderdaad hè, in de meeste gevallen wel wat de juiste uitspraak is. Mm. Maar in de toekomst zal het natuurlijk anders weten. Als het zo is dat de streektaal werkelijk onderwezen wordt aan kinetisch die van niks weet, dan kunt u niet per se uit de schrijfwijze
opmerken wat de juiste uitspraak is. Maar goed, dat bent dan natuurlijk leraren voor en andere voorbeelden die dan de juiste voorbeeld geeft. Dus natuurlijk ben ik het met u eens dat niet alles één op één uitgedrukt moet worden. Wat wel in die nieuwe schrijfwijze van Oele, die dus vooral of alleen maar op internet gebruikt wordt. Hoe heet het ook weer? De Nijsaksische schrijfwijze. De Nijsaksische schrijfwijze. Ja, juist. Daar bent dan wel weer behoorlijk wat diacritische tekens of leestekens. Klopt. Zoals, ik weet niet of je ook een balligje, ik meen dat je zelfs een balligje hebt. Ja, op de A, ja. Ja, en misschien een trema hier en daar. Ja. En het zal wel niet zo niet gaan dat er ook een Scandinavische streping door de O. Nee, dat nog net niet. Oké. Okay. Hij hoeft wel over hard, maar nee, dat zit er niet in. Nee. Het heeft wel wat. Ik bedoel, ik vind het wel aardig om af en toe eens exotisch te doen. Zo, en dat bolletje op de A, om een O, zoals in praten, weer te geven. Dat had vroeger ook de schrijfwijze, die door de schrijverskring van de jaren 50. Ja, de Vosbergen schrijfwijze. De Vosbergen schrijfwijze, onder de bezielende aanvoering van genieën als Arnold Rakers. Het zegt geen mens meer wat, maar goed, die had ook van die bolligies. En tijdschriften als het Zwieniegeltje, die werden dus in die schrijfwijze gebracht. Maar wat ik al meldde of heb bedacht is, als je dat nou met typen op een computer, dan is zo'n bolligien, trema's is al lastig op sommige toetsenbord, maar zo'n bolligien is wat leste wat hij wilt, want geen mensen kan dat vinden op zijn toetsenbord. Stel je de mensen dan niet voor een groot praktisch probleem door met zulke leestekens te komen? Nou, ik vernem dat jongeren een groot weet te vinden, want heel veel leuke gebruiktingen worden als smartphones. En dat nou, dan ben ik niet jong meer. Maar die hebt een knopje, zeg maar. Als je de A langer vaster wordt, dan heb je een heel menu te vuurskien. Waarop allerlei soorten dingen op de A te vuurskien komt. Ja, maar op een laptop niet. Nee, Ctrl-Alt-W. Dus ik zal het direct even proberen. Ctrl-Alt-W. Oh, daarheen. No. Ja, kijk eens. Probleem overlast. Ja. Kijk, dat zou precies wat ik bedoelen. Gewoon oplossing zoeken, met elkaar eens worden. Focuspunt. Ja. Niet meer over nul. Nou, dat was het hem ook precies. Want wie als jonge morgen, zeg maar, als jonge Wikipedia-schrijvers, voor de lustraars, ja, maar wie neemt alles nog steeds op, Chris? Wie kent elkaar ook via Wikipedia? Weet elkaar één keer eerder in het echte sprong. Maar ja, wie kent elkaar al zo 10 jaar, dacht ik. Ja. Maar wou op de Wikipedia gaan was, en dat mag nog steeds trouwens. Ik kom van Nielusen, dus die schreeuwt in Nielusigers. Ik kom uit Riesen, dus ik schreeuw met Riesens. Wat je dus kreeuwt, is allerlei verschillende artikelen in verschillende dialecten. Dat is op zich niet zo slim. Maar als je dan nou weer verwiezen, met deurverwiespagina's en weet ik allemaal wat, dan moet je 100 verschillende schrijfwijzen invoeren om iedereen het naar zinnen te maken. En dat is heel lastig, zeg maar. En dan kan ik hem geen groot voorbeeld verzinnen, maar iemand dat microfoon met een K wil schrijven, maakt een deurverwiespagina met een K. Iemand dat met een C wil doen, iemand dat microfoon M-I-E-K wil schrijven. Nou, je kunt het zo gek niet verzinnen, maar het leur allemaal uitdutst. Maar het kun je allemaal vuur op Wikipedia. Kun je nog bi dat een Nederlands-Neder-Saksische Wikipedia was en een Duitse. Net als de Luchtgraafschap Bentham. Die zit op een prachtige positie om van beide... Ja, van beide wallen te pikken. Ja, klopt. Ja, ja, het steuk ons, zeg maar, dat er zoveel verschillende schrijfwijzen waren en dat er zoveel langs elkaar geleefd wordt, juist om dat te inwisselen, wat water bieden wie te doen. En je kunt gewoon een onmogelijke voes maken. I laat zien wie zit ene sprake. En dat hoeft dan niet helemaal precies te kloppen. Qua, of ik bedoel, niet iedereen hoeft dezelfde woorden te gebruiken. Maar wat je wakker doet, is het woordbeeld vangen. En iedereen mag het dan op zijn eigen wijze uitspreken. Ja, wat dan wel met gebeuren, ook de schrijvers die Nijsaksische schrijfwijze te laten gebruiken. Want ik gebruik hem niet. Maar de reden daarvoor is dat ik dus publiceer in Drents, in de Drentse media die daarvoor bent. Mm-hmm. Dat moet in de standaard Drentse schrijfwijze. Mm-hmm. Nou, heb ik ook wel eens wat gepubliceerd in het Stelling Warfs. Wat niet zo best veel verschil heeft met het Drents, maar er bent wel dingen waar je door hebt. Dus die twee komt dan nog wel een beetje nu elkaar halen, als ik er de kop bij had. Mm-hmm. Maar om dan nog een derde
dat de Neder-Saksische schrijfwijze erbij te leren om ook nog te kunnen schrijven met de Neder-Saksische schrijfwijze. Kortom, het is niet aan de individuele schrijver zoals ik te kiezen voor een schrijfwijze. Dat is een verantwoordelijkheid van de streektaalorganisaties die er bestaat. Precies. Die er met elkaar eens worden. En die moet dan aangeven aan de lui die onder hun paraplu resorteert van kijk, je kunt het voortaan zo doen. En wij steunt u daarin. En je kunt publiceren als je die schrijfwijze gebruikt. Ik wacht op die dag dat er één schrijfwijze is. En ik wil mij dan best wel weer aanpassen. Hè? Ik kan wel weer een nieuwe schrijfwijze leren. Ja, maar niet iedereen is al zo flexibel. Hè? Dat begrijpen we ook wel. En net wat ik eerder ook al zei in dit gesprek. Dat iemand dit al 60 jaar op een bepaalde wijze doet. Geeft echt niet meer wat aan leren. En zeker niet van een snotneuzen zo zeker. Maar wie probeert dus neeltijd het voordeel ervan te benadrukken? Wie had het net al de wiesneuzen dat hij nu in 80.000 verschillende schrijfwijzen voor Twente en Drenthe en voor de Nachtrook zat moet worden. Maar hij met één schrijfwijze door, kijk, je hebt dan nog wat bepaalde woorden dit aanziet, of andere structuren misschien, maar de schrijfwijze en het gras van de woorden is hetzelfde. Het is ook niet zo dat je voor twee verschillende varianten een andere schrijfwijze nodig bent. Want bijvoorbeeld de Drens heeft ook behoorlijk veel variëteit. Je kunt in Noord-Drens schrijven, in Zuidwest-Drens of in Loos in Zuidoost-Drens. Je kunt dezelfde schrijfwijze gebruiken. Nee, echt praktische problemen zie ik dan niet ver. Maar nou nog eens wat, zoals mijn graf altijd zei. Zie je nou dat met die... Want iets wat nee is aan die Neder-Saksische schrijfwijze is dat het dus op internet gebruikt wordt. Mm-hmm. Door mensen uit Nederland en uit Duitsland. Dus voor het eerst wat niet lokte met Wikipedia. Mm-hmm. Maar door twee taalvarianten van. Voor het eerst komen de mensen van de beide landen wat weer met elkaar in contact. Voor het eerst sinds die bijeenkomsten in de jaren 50. Toen er wat taalcongressen, schrijverscongressen waren. En er ook wat contact over de grip was. Mm-hmm. Dat wordt nou dus weer wat nieuw leven in de blazen. Zie je daar wat ontstaan, een gemeenschap, iets nieuws, een nieuw begrip, een nieuw gevoel van nabeschap, wat ook duidelijk uitgedrukt wordt met streektaal? Zo wiet zal ik nog niet durven gaan, maar ik verneem wel dat, wie hebt hier wat een jaar vrij intensief met elkaar mee bezig geweest. Dus dat schept aan een band, zeg maar. En het helpt u ook weer de dialecten van daar verderop beter te begrijpen. En ik vind hem aan dat echt stukken beter is geworden. En ook van Eurhoed. Kijk, wie heeft allemaal op school Hoogduits geleerd? En van hoe daar begrijpen we heel veel woordkeuzes en woordstructuren in het plaat van daar, zeg maar. Maar aan de zomer heb ze dat niet gehad. Maar ik heb al wel reactie gehad van hoe dat clubje we met samen hebben gewerkt van. Ik begreep er nog veel meer van het plat van Oele ook. En ja, en je weet ook een beetje wat voor bepaalde zinsbouw en uitdrukkingen ze allemaal gebruikt. En het helpt echt begrip voor elkaar te kweken, zeg maar. Ja, en wat het ook met helpt, en nou ga ik een mooi woord gebruiken. Kruisbestuiving. Ja. Ja. Zodra je met elkaar in contact bent en je ziet, die gebruikt dat woord, dat ik al een tijdje niet te zien. Dat ga ik ook weer eens gebruiken. Die gebruikt die grammaticale constructie. Oh ja, zo met het, zo was dat. Mm-hmm. Er wordt een soort Neder-Saksische wereld geschapen. Je met elkaar, het hoeft maar zo simpel te weten als een gesprek in hebt, geschreven of bespreken. Je met elkaar in contact staat. Ja, nou kijk, een van die dingen die voor u vast ook heel herkenbaar is, als je met iemand uit een ander dorp in contact komt, en je hebt het al over uw gesproken, maar dat is een van de eerste dingen waar je natuurlijk tegenkomt. Wie zingt dit en wie zingt dat? Wie zingt waar ik en jullie zingt waar ik? Dat viel me wat ik net ha. Nou, dat helpt dus nu ook, alleen al de hele linie, zeg maar, al de hele, het spraakbrede, zeg maar. En inderdaad, als je denkt over kruisbestuiving, ik gebruik er inderdaad nu wel eens uitdrukkingen of zinsbouw of zinsstructuren waarvan ik weet dat ze dat beter begrijpt. Ja. Dus ja, dat is het idee van een sprake. Je weet hoe idee bij een ander in kop kreeg. Je past toen een beetje aan.
En ja. geen mooier voorbeeld als het woord schrijfwijze zelf. Want wij Nederlanders zullen natuurlijk hebben over spelling. Mm-hmm. Maar daar kan een Duitser niet zoveel met. Dus nee. een prachtig Saksisch woord als schrijfwijze. Het voorbeeld. Ja, ja, oh ja, en ja, er komt nog steeds meer dingen voorbij dat je denkt van ja, bepaalde computertermen of zo. Dat, en je moet een beetje... Ik ben er een beetje verwaken, zeg maar, dat het niet gekunsteld wordt. En maar ja, van de andere kant, waar is dan weer gekunsteld? Als het iedereen een gebrok. Die schriftwijze, die ja, gooit een hele dure lus, zeg maar. Naar een nieuwe wereld van met die spraken bezig zijn. Met niet alleen maar kijken of wat vroeger was en hoe was er wie in ons kleine clubje, hè, het dood. Maar om te kijken, hoe doet ze het bij ons neus? En hoe groot is die spraken veilig? En nu ook... Wat mij opviel, is dat ik op een gegeven moment... In het begin was het heel lastig om dat allemaal te lezen. Want wie hebt dan een Facebook-app, zeg maar, waarin je zo'n groepje waar dan in zit. En in het begin was het vrij lastig om het allemaal te volgen. Maar op een gegeven moment zie je ook helemaal niet meer... Wie wat hebben zeg, zeg maar. Dan is het gewoon... Dan is het lik allemaal op elkaar. En dan is het ook minder lastig om te schakelen, zeg maar. Om steeds iets weer anders te lezen. Ja, en ja, als schrijver van het Neder-Saksisch... loop je altijd tegen het vraagstuk aan, wanneer is het te gekunsteld, wanneer ligt het te veel op de standaardtaal, en wanneer is het gewoon bedacht vanuit de standaardtaal en opgeschreven en dan een beetje, nou, hier en daar kun je nog zien dat het plat moet weten, maar ondertussen is het feitelijk gewoon geschreven door iemand die dag en nacht bezig is in zijn gedachten met de standaardtaal. Het is niet te gekunsteld als een woord, nou, zoiets als schrijfwijze. Volgens mij hebben wij van de Wikipedia-generatie dat min of meer... anoniem, adopteerd. Ja, courant weten te krijgen. En als ze dat in... Oh nee, het bestond natuurlijk al veel eerder van de vastbaringsschrijfwijze. Maar in ieder geval, als ze dat in Duitsland gebruikt en in Nederland... en iedereen weet waar je het over hebt, dan is het niet gekunsteld. Hij bepaalde nijvindings, dus woorden die uitgedokterd wordt, vaak grappige woorden, zoals knetterbielen voor een, hoe kom ik nu meer zoiets in het Nederlands? Dus, ja. Ja, een kettingzagen. Een kettingzagen. Feitelijk vind ik knetterbielen is een van die weinige voorbeelden van nijvindings die altijd wordt aangehaald van, ja, dit is te lollig en geen gebruikt dat, maar ondertussen kent al... Waarschijnlijk 30, 40 jaar iedereen het woord knetterbielen. Ja, je bedoelt de huulbessem, denk ik. De huulbessem ook. Ja. De stofzuiger. Ondertussen bleef het woord wel bestaan. Dus ik vind het altijd ja, heel leuk, zeg maar, niet om te zeggen dat het nou heel, heel serieus is. Maar het geeft wel een bepaald gevoel aan hoe je met spraken bezig ziet. Het is heel plezierig om door op te wijzen met de spullen, zeg maar. Om zo concepten aan elkaar te verbinden en daar een nieuw woord te smeden. En dat is ook iets zoals het in IJsland ook vaker gebeurt, volgens mij. Dat ze gewoon het ene concept met het andere concept aan elkaar plakken en dat daar een nieuw idee uit ontsteed. Even een voorbeeld vanuit het Dresdorp en net in Sanskrit. Ik kan deze niet laten glippen. Een telefonist of een receptioniste in het Drens. En wat wil je weg? En wat wil je weg? Ja. Nou ja, dat is toch mooi? Maar het IJslands en het Afrikaans, die doet dat natuurlijk om een heel specifieke. En in IJsland, wat natuurlijk een conservatieve taal is binnen de Scandinavische groep, die kijkt volgens mij ook heel bewust naar Old Noorse teksten. Klopt. En probeert daar begrippen uit in leven te houden of mijn leven in te blazen. Het Afrikaans. Wat hij ook spreekt. Ja, is uitgebouwd als standaardtaal, maar heeft daarom ook academici hebt bewust met het Noord-Nederlands gekeken om die woordenschat uit te breiden. Mm-hmm. Dus dat zijn heel bewuste processen die door kleine groepjes van taalkundigen geleid wordt. Ja, ik denk, wat die denk ik bedoeld is, Kiki Keuter wel verzin, maar Lumen er ook in met gewoon. Ja, en voor het Afrikaans en voor het IJslands lukt dat dus kennelijk. Mm-hmm. Feitelijk laat ik het even zo vragen. Van, ik hoorde vaak dat bepaalde woorden in het Neder-Saksisch zijn te old modes. En dat kunnen we echt niet meer zo zeggen. Mm-hmm.
En dat bent dan altijd woorden die niet in het Nederlands als zodanig bestaat, waar dan de Nederlandse, het Nederlandse woord voor gebruikt wordt. Is het dan niet zo dat je een situatie krijgt waar alles wat afwijkt van de standaardtaal, of dat nou Nederlands is of Duits, is per definitie door een old modes en met belachelijk worden gemaakt en met vat? Mm-hmm. Of valt er wat voor te zeggen om nog altijd Gieteling te zeggen in plaats van Merel? En dat te blijven schrijven in hun teksten en te hopen dat de mensen dan weer denken, oh ja, dat woord dat bestond ook nog. Laat dat ook maar eens. Nou ja, dat ze in ieder geval er bewust van bent. Ja, ik weet hoe hij erover denkt, inderdaad. Want je hebt wel vaker gezegd, kan ik me nog herinneren, dat is een woord. Dat je zegt van, ja, wie zijn de nieuwe generatie platsprekers? Wie mag zelf weten wou bewaard en wou gebroekt, zeg maar. En dan kan er iemand anders zeggen van, dat is gekunsteld. Nou, maar hier heet Ling. Dood ermee wat je denkt. Wat goed is. Dus ja, ik vind dat prima. Kijk, aan de ene kant is het voor mij, mag ik ook wel een beetje leuzing van, goh, wat kan je hier ouderwets? Maar van de andere kant, ja, waarom ook niet? Weet niet, hij dood met goed doen. Maar ik heb het, ja. Ik van de andere kant, ja, hoe ver ga je daarin? Want hoe verder hij teruggegaat, dan kom je met doel aan. Bijvoorbeeld, moet doel gaan gebruiken? Moet ik met die doel gaan gebruiken? Ja. Dan ga je ook weer voorbij aan wat authentiek is, of wat Leuven authentiek hoort. Ja, volgens mij is het ook daar een kwestie van een beetje in de praktijk steeds weer bepalen van, nou, zak je nou uit al de woord gebruiken, dat nog behoorlijk wat mensen weten. Kijk, als ik in een verhaal van Roet, het Drentse tijdschrift, het hebben over een Gieteling. Nou, dan weet 94% van de schrijvers dat ik het heb over een Merel. Mm-hmm. Als je dan in de Bruna de Roet deurbladert, en wie er niet veel weet van plat, maar misschien geïnteresseerd is in Drentse cultuur of wat het ook is, of die begreep het of die begreep het niet. Maar je hoort het woord zo wel in zekere zin in omloop. Ook al kun je zeggen dat als er nog jongeren bent, of als er nog mensen sowieso bent die plat praat, nou, die zo vaak hebben over Merels. Want er is gewoon geen algemeen bewustzijn of taalwil om de echte eigen woorden in stand te houden. Mm-hmm. Maar misschien hebben wij wel een net iets andere rol daarin en kunnen we net wat meer wijzen op de mogelijkheid of het feit dat deze constructies, deze woorden ook nog bestaat en dat je die best nog wel kunt gebruiken of weer kan rehabiliteren. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat wie het de ene sprake los gaat zien van de andere sprake. Kijk, zo gauw al ouwe gaat op het Engels, dan denk je er ook niet ouwe na of een woord ouderwets is of niet. Dan gebruik je dat gewoon. En wat je nog heel slim hebt, is dat het Neder-Saksisch gekoppeld is aan het Nederlands. En als het in het Nederlands niet meer wordt gebruikt, dan moet je dat in het plat ook niet meer doen. En ik denk dat we daar een beetje vanaf moeten stappen. Want sowieso in uitwisseling met de Plat-Duitsers vernemen je dat ze veel andere woorden bewaard hebt als wie. Ja. En dan is het ook in één keer niet slim meer om dat te doen. Dus misschien moet je gewoon wat zorgen dat Leu wat vaker weer al een paal gaat communiceren. Mm-hmm. Dan zit zulke woorden ook niet slim. Ja, en door hij weer die kruisbestuiving, daar hadden we het over hadden. Mm-hmm. Van gemeenschappen die naast elkaar leefd hebben, zonder werkelijk veel contact met elkaar. Nou weer voor het eerst, dankzij nieuwe technologie en dankzij het internet, met elkaar in verbinding komt. Ja. En nieuwe mogelijkheden ontstaat die er daarvoor niet waren. Ja, ik vind het ook wel grappig om te vernemen, zeg maar, bepaalde dingen. Dat je probeert hem dat heel lastig te omschrijven. Omdat je denkt dat ze dat aan de andere kant van Paul niet zo verstaan. En dan zeg ze, oh, je bedoelt dit of dat? Ja, verrestig. Wat mooi dat jullie dat ook gebruiken, zeg maar. Dat bepaalde woorden, dat je denkt van, nou, dat is zo lokaal of zo ouderwets. Dat zou ze vast niet kennen. Maar dat ze dan zelf ook met zoiets komt. Ja. Ja, dat is gewoon iedere keer weer een plezier, zeg maar, om dat te ontdekken. En je hebt zoiets als een woord begrepen of niet begrepen, of een zin, of wat ook. Maar je hebt ook zoiets als iets willen begrepen en niet willen. Ja, dat zeg je ook wat, ja. Als je de zaak een warm hart toedraagt, dan zul je eerder geneigd worden. Nou, ik lees in het Grunnigs, ik lees in Twents, ik lees wel eens in het Platduits. Ik zal niet elk leste woord terstond begrepen, maar dat mag ook niet uit, want uit de context kan ik toch het verhaal in wel begrepen. Precies. En ik doe het graag. Ja, en dan zie je ook hoeveel we uiteindelijk wel hetzelfde zien, maar net een iets ander accent hebt.
Ja, ja, ook dat. En dat wordt dan weer het begrip wordt verwaterd, omdat iedereen het op zijn eigen wijze weer opschreeuwt. En om dat inderdaad, om te laten zien dat de woorden in basis eigenlijk hetzelfde zijn, heeft dus ook die Nyssatische schrijfwijze ontwikkeld. Ja, dat, het helpt het wederzijds begrip flink, denk ik. Ja, en nou ik een paar verschillende regio's nu om te hebben, moet ik even wat anders aanstippen. Dus het Neder-Saxisch van Nederland en dat van Duitsland wordt onderverdeeld in bepaalde regio's. In Nederland valt dat deels samen met de provincies, Grunnings, Drents, Overijssel dan Twents, Sallands en het Stellingwars van de Kop van Overijssel enzovoort. Hoe komt het dat er zo'n duidelijk aanwijsbaar verschil is in holding, in cultuur, in stand van de taal, mate van instandhouding van de taal? Waarom is Twente zoveel conservatiever, om het zo te zeggen, als andere regio's waar veel minder beheersing van de streektaal nog is? Valt er niks meer te redden op de Veluwe, of toch nog wel? Een plaats als Urk die zijn eigen heel aparte variant is. Is dat te weinig in plaats zien om zijn eigen variant in stand te houden? Of bent u zo oerconservatief dat het daarom wel kan? Hoe zie je het feit dat die initiatieven die er bent, komt altijd uit dezelfde regio? Dus altijd Drenthe, Grunning of Twente. Die een nieuwe spin, die een nieuwe methode hebt, een nieuwe blad in, een nieuwe cd van zus en zo. En die regio's waar het bar en dor en dreug is en waar niks gebeurt en waar geen ene leeft. Salland, de Veluwe. Waarom is er zo'n enorm verschil tussen die regio's die pal naast elkaar ligt? Dat is een goede vraag. Ik heb me daar zelf ook wel eens over vragen. Sorry dat ik er weer tussen deuren kom, maar hetzelfde in Duitsland. Waar in Westfalen geen ruk gebeurt en alles gebeurt in Oost-Friesland en in Hamburg. Bremen. Ja. Klopt. Ja, hoe keurt dat duur? Ik denk dat het een heel uitgebreid probleem is. Of nou ja, probleem. Kijk, dat verdwijnt en niemand vindt dat slim, dan is het geen probleem natuurlijk. Maar ja, het Sallands is natuurlijk wat meer verhollandst als het Twents. En het schijnt ook dat vroeger het Twents ook gewoon, of Twente in het algemeen, gewoon afgesloten was van de rest van Nederland. Ja. Ik heb er wel vaker in podcasten gehad. Ik heb een bepaalde West-Vaalse klank in mijn dialect, die meer in het westen verdwenen zit, zeg maar. Rekking. Ja, rekking en dreiging en allerlei toestanden. Ja. In Salland, zeg maar, zit hij er een beetje tussenin, zeg maar. Je gaat dan wat meer richting Zwolle, richting de Grote Steen. Ja, dat heeft altijd al een beetje, je zit afhankelijker was van wat er in het westen gebeurt. En tot hier, tot voor kort, zeg maar, waar je net ook al aan had met de Graafschap en zo. Wille hebt altijd meer naar Münster kijken. En ja, het landschap was ook gewoon, je hebt Friesenveen en het Wierdense Venne. En dat legt gewoon allemaal, dat sleurt Twente af van de rest van Nederland. Dat wie komt gewoon niet, nog niet zo vaker door, want dat was gewoon gevaarlijk. Wie zonder bieven komen, zeg maar. Ja, toch wel een merkwaardige toestand dan dat Twente juist weer meer verstedelijk is als Salland. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad ook weer vreemd, inderdaad. Ja, Eerske natuurlijk. Eerske is heel harde geluid. Ja, dat recentere steden als Zwolle en Deventer. Een nijere ontwikkeling. Precies. Ja. Maar ook omdat die grenzen later ook nog weer zo strak is geworden. Kijk, Twente was heel slim op Duitsland richt. Maar toen kwam de oorlog. Toen we ook niks meer met Duitsland te maken hebben. Maar met Westen kon we ook eigenlijk niks aanvangen. Dus ja, we zitten altijd een beetje op onszelf aan de wezen in West. En daarom zeg ik dat het Twents weer een andere ontwikkeling heeft duren maakt als bijvoorbeeld het Graafschap of het West-Münsterlands. En dat het weer net iets Nederlandser is geworden. En bepaalde dingen ten opzichte van de meer westerse dialecten wat bewaard heeft. Dat laat zich begrijpen, Martin. Maar hoe komt het dan dat in Gelderland, in de Achterhoek? De Achterhoek is een soort Twente, maar dan ten zuiden daarvan. Hè? Het ligt Piet of, het ligt in een soort knik Duitsland in. Je moet aardig reizen om in Amsterdam te komen. Er is een soort landelijke cultuur, trots de verstedelijking van Twente. Maar toch is in Achterhoek niet diezelfde mate van taalactivisme misschien. Ja, ik vind het ook lastig om dat te doen. Waar je bijvoorbeeld in Groningen was, is dat het vooral cultuurachtig is. Dat het heel slim op leedjes en vestjes en gedichtjes en zo grond is. En in Drenthe ook. Daar zit ik echt jaloers op, een beetje afgunstig. Van hoeveel asielen dan aanpakt, zeg maar. Dat, ja. dat,
Dat zal ik ook graag hier zien. Tegelijkertijd ook weer dat het wel wat meer afgekalfd is als bij ons. De taal zelf is voor Nederlandse, maar ondertussen gebeurt er in Drenthe meer dan in alle andere regio's bij elkaar. Klopt. En ik denk ook omdat het hier nog wat wijdverbreider is, ook gewoon dat het meer in het dagelijkse leven nog tegenkomt, ziet Leu ook minder de noodzaak om daar heel fanatiek mee bezig te zijn. Of daar in ieder geval cultuurachtige dingen. Ja, waarom toch? Want het is er toch. Waarom hebben we dat begonnen? Maar die hoort het nog iedere dag. Ja, het Achterhoeks is ook weer wat voor Hollandster. Dus misschien heeft dat ook weer... Het leeft daar weer meer het idee van... Ja, wie kan je eigenlijk een slecht soort Hollands eigenlijk? En in Twente, ja. Twente heeft hele andere kenmerken en is het allemaal wat behuldener. En in combinatie met het idee dat je eigenlijk met het Westen niks te maken hebt... kunnen we heel slim of heel sterk onze eigen cultuur of spraken bewaren. Misschien heeft het daar weer wat meer mee te maken. Maar waarom of dat dan in Westfalen niet zo is? Volgens mij heeft het, weer even naar Drenthe kijken. Dat was, je hebt dus culturele eenheden die een erg sterke eigen identiteit hebben. Drenthe, mm-hmm. Twente, de Achterhoek, het bent haast merken. Hè? Producten, voedselproducten, wordt ook in de reclame steeds meer op een typische regionale manier aanprezen. En zo. Ja. Maar Drenthe heeft dan nog het verschil dat het ook politiek een eenheid is. Dolder Landschap is een provincie die zich sterk bewust is van zijn eigen cultuur. Mm-hmm. Maar die heeft dus ook de politieke structuren, de eenheid, om dingen op te zetten zoals het door de provincie subsidieerde huis van de taal. In tijd dat Twente binnen Overijssel ligt en misschien minder qua netwerk, minder mogelijkheden heeft om die culturele identiteit die aan zich sterk is, in de praktijk tot uitdrukking te brengen. Volgens mij heeft Drenthe, de provincie Drenthe, wat dat betreft net de juiste infrastructuur, net de juiste omstandigheden om er ook veel mee te kunnen met die eigen identiteit. Ja, ik denk ook inderdaad dat je wel een groot punt hebt. Want Drenthe is inderdaad vrij meer een eenheid als... Ja, Overijssel is een leuge hult, zeg ik wel eens. Wie hebt niks met Overijssel? Wie zien Twente? Twente vuur, Twente nou. En dat is misschien ook weer een verkeerde holding. Maar wie redt ons maar? En ons Twens, en dan spreek ik even niet voor mezelf, maar ons Twens is het beste plaat wat er is. En kijk, was ze dan in Zalando en in Noord-Overijssel, dat ben ze zelf weer. Maar dat is eigenlijk geen plat. Oh, dat is geen groot plat. Ja, maar dat hoor je heel vaker. Ja, kijk, Overijssel, aan de rand van Hollands Gouwen is het Overijssels volkslied. Ja. Is een schreeuwend duur ene wat hier helemaal niet vandaan komt. Het is een provincie, deze provincie is een construct. Het is niet van ons herig ruik. Vanuit Utrecht te zien, het bisschopdom Utrecht. Ja. En daar hoorde het oversticht bij. Ik bedoel, Jan, het sticht zelf was Utrecht. Ja. Het verzinnen. Dus de hele politieke constructie is vanuit het Westen uitgedacht. Ja. De Overijsselse identiteit of politieke werkelijkheid, het kan allemaal niet van binnen nu. Drenthe dan weer wel. Drenthe, dat ben oerolde naam. Twee ja. En bij. Klopt. Waar de eerste dan is, dat weet ik niet, maar dan... ja, dat is Utrecht natuurlijk dan, hè? Oh ja. Of Gellemun. Waarom Gellemun? ik noem zomaar wat. In Gellemun zijn ze er ook heel slim van. Ja, nee, ons dorp besteedt daar zo lang. Hè. Ja, ja. En ik als iemand die het Overijssel kump, maar meedoet tot op zekere hoogte met het Drentse culturele circuit. Mm-hmm. Ik merk het duidelijk dat als je een plaats neemt als Neluzen of Stappenst of Devensvaart. Door in mm-hmm. Overijssel, vlakbij de Riest, vlakbij Drenthe. En die neemt plaatsen als De Wiek en Zuidwolde, Runen, Drentse plaatsen. Als je die plaatsen naast elkaar legt, dan zie je geen enkel verschil. Ik bedoel, de mensen met hetzelfde, de huizen met hetzelfde, de taal is zo'n beetje hetzelfde. Alles is hetzelfde. Het enige verschil is dat door in Drenthe leeft een discours, een bewustzijn van mm-hmm. het Drents eigenen, van het feit Drenthe, van de provincie die niet vervol anders zien worden vroeger. Mm-hmm. Een landschap was en niet een van de 7 provinciën. Dat is allemaal afwezig in Zaland, in Overijssel. En ik denk met dat beetje extra
dat behoorlijk wat aanfietert in Drenthe, wat net over de grens, net ten zuiden nog van in Salland, dus niet van de grond komt. Mm-hmm. Dat wordt niet eens altijd zo duidelijk uit te spreken, of mensen zijn er misschien niet bewust van, maar ik geloof dat soort dingen op de achtergrond speelt. Als de vraag is van waarom gebeurt hier meer als daar, waarom zijn mensen hier net wat vuriger als daar, waarom mensen daar in de sloop, maar gebeurt er nooit wat, en waarom kunnen we al die initiatieven altijd van die paar regio's. Ja. Ja, ik vind het ook wel heel vreemd, zeg maar. In Riesen is heel slim op zichzelf, zeg maar. Riesen is Riesen en de rest is niks, zeg maar. Ik vind het ook heel vreemd dat er in het Riesense volkslied steed van Riesen het mooiste plaatsje van heel Twenteland. Dat is het enigste wat een beetje Twente lieerd is. Maar als je bepaalde leu vrangt, die zeggen van ja, daar in Twente. En dat bedoelt ze dus niet Riesen met, maar meer richting de grenzen, zeg maar. En dan echt het Oost-Twentse gebied. En dat heeft dus te maken met de eigen religieuze identiteit van Riesen? Ja, dat zal ook flink met helpen, ja. Stappers? Ja. En Gellemuen? Precies. Maar ja, het gekke is, als je denkt van ja, maar wie kan je ook niet hetzelfde als Nijverdals, zeg maar. Of typisch Sallands met Bumpy en Scuttlety en al die uitdrukkingen, zeg maar. Ja. Nee, ja, zeg maar, wat is Riesen dan? Ja, Riesen is Riesens. Zeg maar, ja. Daar kan ik niks mee. Ik nou even weer Duitsland erbij betrekken. Want er zult jouw Duitse luisteraars weten van de podcast. Ik weet niet hoeveel die kunt met gedetailleerde discussies over de Nederlandse situatie. En al die plaatsen en provincies die er niks zegt. Nou, wat ik begrepen heb, is in Duitsland de streektaal nog wat meer verleuren als hier in Nederland. Het is daar nog wat slimmer. Er zijn meer mensen die alleen Hoogduits kunt. Ja. Tegelijkertijd is het zo dat de streektaal, het Platduits, stiet wieder af van het Hoogduits als ons Neder-Saksisch van het Nederlands. Ja. Wie heeft er eigenlijk het grotere probleem en wie heeft er het meeste geluk? Ben het de Duitsers die tenminste een potentieel hebt van een taal die echt te contrasteren valt met de landstaal, als een eigen taal en die ook internationaal herkend en erkend wordt als een eigen taal, die anders is als het Hoogduits, het Standaardduits. Of ben wij het waar misschien de streektaal nog net wat meer leeft? Ik weet niet of dat zo is, maar dat heb ik wel eens gelezen. En ook makkelijker misschien te leren valt, omdat het zo dicht bij de standaardtaal valt, ligt. Ja, daar zeg je wat inderdaad. Dat is een mooi punt, want ik denk dat wie het geluk hebt dat het heel kort bij het Hollands steekt. En dat het inderdaad, net waar zie je aan het begin van het gesprek ook al zijn, vrij makkelijk is om het nou, een beetje te versaksen, zeg maar. Een beetje te, je hoopt het maar heel iets anders uit te spreken of het is al goed. En, ja. Dus dat zal een minder grote trat zijn als voor de Duitsers. Tegelijkertijd is het ook zo, omdat ze hier altijd zo afzijdig hebben woont, los van wat er in het Westen gebeurt, is het voor ons nog wat makkelijker om het in het openbaar ook te gebruiken. Wat je in Noord-Duitsland ziet, is dat het echt alleen maar iets is voor wat je in huis gebruikt en onder de camera. En verder is het echt not done om dat te doen. Dus dat is nog een extra barrière. Dus, is er in Duitsland zo'n formele, een beetje een strenge cultuur, hè, waar het echt volgens de regeltjes moet. En als de regeltjes voorschrijft dat in de openbare ruimte gebruik je standaard Duits, dat het dan ook, dat je echt erg afhankelijk en sterk in de schoenen moet staan om het anders te doen? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. En ik verneem dat ook wel in de discussies die we hebben gehad met die schriftwijzer, zeg maar. Ze denkt heel rechtlijnig in zo moet, maar ze zit ook niet bang om radicaal te zijn. Dat is dan ook wel het mooie. Ik was altijd in het begin ook wel vrij cynisch, zeg maar, van ja, maar zo geet het grote gros van de leu het nooit accepteren. Nou ja, goed, prima, maar je het niet probeert, dan weet nooit. Ze zit wel, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ze durft wel ouwe het te stappen. Ja, ja. Ja. En is het zo dat die Platduitsers die, als ik het zo mag noemen, die met andert aan de nieuwe schrijfwijze en die op internet daar nog bent, komt die allemaal uit Hamburg en uit Oost-Friesland en uit Bremen en dat hoek in? Of bent er ook mensen warempel uit het vroegere Oost-Duitsland? Mecklenburg-Vorpommern en zulke verder. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, Mecklenburg-Vorpommern hebben er helaas niet bij. Hebben er geen vuur kunnen vinden. Dus schijnt waar. Maar wie hebt er wel naar gezocht? Maar er schijnt wel een soort, meer een soort heepkundevereniging te zijn. Maar dat is echt stokolenleur. Ja, in Westfalen en Zuurland,
Ik vind het trouwens nog steeds gek om Zuurland te zingen, want viseert gewoon om Sauerland te zingen. Maar van oudsher is dat ook Neder-Saxisch spraakgebied. En daar zingen ze zelf nog steeds Zuurland, dus waarom zullen we dat niet doen? Ja. Maar uit Oost-Westfalen is er een jongen. Nou, hij kan Sanskriet en allerlei toestaan kannen. Maar tegelijk wil dan ook van zijn eigen kubboet lippen. Hij wil alles weten van het Westfaals en hoe het dan zit, zeg maar. En ja, met hem heb ik misschien ook de meeste aansluiting, omdat onze dialect nog redelijk wat op elkaar ligt. En nou, dan hebben we een meiden uit Zuurland dus. Ravensburg komt in de buurt. Ja, ik zeg maar van het is voet, maar die wat het nog spreekt, ze is zich heel bewust van dat het er is, of dat het er was hef. En die doet ook echt, die weet er ook alles van weten. Ja. En je had het net over het verschil tussen Nederlanders en Duitsers, sorry. Duitsers, die gaat ook echt, ja, tot de bom, zeg maar. Die weet echt alles weten. Die zoekt alles uit en die neemt niet zomaar wat aan. Die weet ook echt argumenten en, nou ja, die zoekt alle beuken nou en totdat ze echt zeker weet dat het klopt. Dat is mooi, maar dat bent dan juist weer. Hè? Die lui zoals ons die bom op taal zit en erg graag leest en met in academisch. Maar is er al in Duitsland iemand opgestaan along the lines of Daniel Lohuis? Wat is daar aan cultuur wat meer een groter deel van de bevolking aanspreekt? Ik bedoel, de leur die wat minder, die het gewoon mooi vindt om te kuien, maar er weinig van weer weten, zeg maar. Ja, in Nederland heeft Skik en Daniel Looy, je kunt het belang ervan niet echt overdrijven. Want iedereen kent het, iedereen heeft het erover, iedereen vindt het prachtig. Is door in Duitsland ook wat gebeurd de laatste tijd, dat je daarmee kunt vergelijken met een fenomeen als Looy's? Nou ja, wie zit natuurlijk met een klein land, dus... Ja. Ja, op 17 miljoen leur is 1,5 miljoen leur is toch wel een behoorlijk aantal leur wat platkeert. Dat is een flink aandeel. Maar ja, op 81 miljoen Duitsers, 3,5 miljoen Duitsers, dat is maar een heel klein stuk. Ja. Dus ik qua populaire cultuur, wat vanuit Berlijn en Frankfurt en al die grote steden worden dreun, zeg maar. Dat weet ik niet of dat zoveel impact heeft als Daniel Lohuis. Maar er zit wel wat steeds meer initiatieven wat meer cultuurgroot te ontwikkelen in het plat. Dus je hebt bijvoorbeeld plat Sounds. Dat is een jaarlijks terugkerend in Drenthe heet het Drenthe Liedjes Festival. Ja. Dat hebben ze dus ook in Niedersachsen, in Noord-Duitsland. Maar dan ook echt alleen maar voor Niedersachsen. Daar is trouwens volgens mij deze week nog wes. Er is weer een nieuwe winnaar hoe de cursus. Nou, dan wordt echt wel jonge leur wordt begeleid om in het plat muziek te maken. Je hebt de Tudelband eigenlijk ook nog. Dat is een van de eerste. Juist omdat het stukje jonge leur zit, die het ook nog een beetje alternatief voet ziet, ja, spreekt dat ook nog weer een nieuw publiek aan, zeg maar. Nou, dan ben ik weer even advocaat van de duivel en de pessimist. Maar veel van die liedjes festivals en dingen die een beetje ontworpen bent om ook jongeren aan te spreken, ben dan vaak in tender zet door de streektaalorganisaties als een poging, hè, om wat te doen met het plat op een aansprekende, jeugdige, Nijmoodse manier. Mm-hmm. Maar dat ging dan een paar jaar goed. Maar je had met Dreur Festival in Drenthe is volgens mij alweer... Ter ziele, nee, dat is niet er. Ja. Nee, dat valt met. Dat is inderdaad, ik heb daar bericht van gehad. Ze hebben mij zelfs gevraagd om hem in de bestuur plaats te nemen. Ja, ik heb wel zijn volle binnen. Dus, maar dat besteedt nog steeds. En er komt wel, je verneemt van dat er al meer kleine lokale festivaletjes ook wat met Pladoot en... Zonnewende, besteedt dat nog? Zonnewende besteedt nog, wordt ook steeds groter. Maar dat is ook groot deels in Nederlands, of niet? Volgens mij is Zonnewende juist echt als streek... festival op bezat. Ja, dus, wat er soms het verkeerde been zet, is dat de communicatie over die festivals, zelfs als het volledig over plat giet, is dan in het Nederlands. En dat u denkt, klopt. Dat kennelijk dus niet. Ja, nou, en dat heet dus in Duitsland ook. In Duitsland kun je zich daar heel helder maken. Maar je moet natuurlijk ook wel leu aanspreken. Je weet niet je leu aanspreken. En nou ja, misschien doe je dat dan inderdaad beter in de standaardspraken. Ja, je kunt van twee kanten kun je dan argumenten voor aandringen. Maar ja, ik snap het wel dat het wel makkelijker is om het eerst in het Hollands of in het Hoogduits te doen. Ja, ja. Volgens mij is er, ik zal geen naam noemen, maar er is een plaatselijke schrijverskring, ergens in Nederland.
dus een dialectkring, zoals het dan genoemd wordt, die een website heeft, of een webstay, zo je wilt, ja, die in het Nederlands is opgesteld. Ja. Dus je kunt dan niet met het argument komen, ja nee, we doen het in Nederlands, want dan kan een bredere groep het lezen. Nee, dit zal geen hond interesseren, behalve die mensen die sowieso bezig zijn met streektaal. En dan nog schrijven ze ook. Ja. Zo'n sterk instinct, zo'n vrundigheid, om daar nog het Nederlands met de horen bij te slepen, dat zit kennelijk zo diep. Ik had mezelf niet begrepen, maar zie je dat daar wat veranderingen in komt en dat er nog wat meer plat wordt gebruikt op schrift ook, waar dat vroeger niet of nauwelijks het geval was? Online sowieso wel. Ja. Misschien is het gewoon omdat ik erop let of dat ze toevallig door dat ze kieken. Maar ja, ik vind het maar waar dat sowieso op Facebook en zo leuk wat free je daarin wordt en ook wat spontaan platte dingen schreeuwt. Ja, op Facebook, ja, daar noem je een goeie, want dat is nou juist een mooi voorbeeld van een platform dat iedereen gebruikt. En het kan informeel. Dus het is niet zo slim om daar plat te screamen. Ik bedoel, je begaat daar geen misdaad aan. Het is niet, het is geen sollicitatiegesprek om een berichtje onder een foto te zetten in plat in plaats van in Nederland. Het is bij uitstek van die nieuwe manier die aanbeurden wordt, waar ook jongeren aan kunnen deelnemen, waar de streektaal voor het eerst gebruikt kan worden. Nou, ik vind het wel grappig dat het voor mij een zetje terug, of een jaar of twee terug, was het in één keer. Gebruik iedereen, ook leuk die het helemaal geen plat kunt, of zelfs hoe deel van Nederland komt, hoe het plat helemaal niet kan je het wordt. Ja. Dat die de hashtag huilen gebruiken. Dus niet huilen, maar huilen. Als een beetje een jolige omschrijving van, goh, wat heb ik toch een kutdag huilen, zeg maar, weet je wat? Met je zo. En, ja, ik zal een lip schreeuwen. Ja, lip, ja. Ik zal gulden schreeuwen, maar. Ja. Dan ga je hier. Maar in ieder geval, dat geeft wel aan dat het niet zozeer mag, maar dat het niet zo slim is als iemand dat doet, zeg maar. Dat, ik maak er ook natuurlijk altijd een punt van amuse aan om aan plat te schreeuwen. Ja. Dat weet de leur ook van mij, maar ik zie vooral de Limburgers zich dat ook altijd heel goed doen. Die schreeuwt gewoon, hè, als ze leur tagt in een nieuwsartikel van een nationale krant, dan schreeuwt ze toch gewoon Limburgs. En dat, ja, prima. En Limburgers voor Limburg, prima. Doet niemand moeilijk houden. En ik denk, ja, dan, ik hoop dat het daar ook op aangeeft met ons plat. Kijk, I en ik, wie zit daar altijd heel fel op om er zoveel op me, of ik vooral, om er heel veel mee bezig te zijn. Maar niet iedereen in dit plat gebroek is ook geïnteresseerd in het plat. Ja. Ja, niet iedereen zal dat helemaal foutloos willen doen. Of, kijk, hoeveel als het online gebroek wordt, zegt natuurlijk niks hoeveel als het in het dagelijkse leven gebroek wordt. Dat is de paradox, dat de taal wordt het draagt door die mensen die misschien helemaal geen hoge pet ervan op hebt, maar die omdat ze older bent of omdat ze laag geschoolder bent, meer ja, verweer natuurlijker is om de taal die ze van ouds als kinder geleerd hebt te blijven gebruiken. Ja, en dan zie ik wel dat bepaalde sites zoals The Wild East, Paneem, en Twents dialect, die hebt gewoon, vooral Twents dialect, daar zit zowat aan 60.000 volgers. Ja. En nou, die bereiken dus wel heel veel leur iedere dag. En ik heb dat met Weldspraak ook geprobeerd, met 8.000 volgers. Ja. En bent die volgers, die 60.000, bent het allemaal mannen van 50? Of is dat ook, nee, ook jongen? Dat is van alles wat. Dat is heel divers. En het zit vooral jongen die er ook op reageert, zeg maar. Ja. Maar kijk, dat is dan altijd weer een beetje. Die site zit heel slim op het jolige en op het, nou, het onbenullige en brekken zoep en op de proemenkroep. Dat soort ideeën, zeg maar. Yep. De muziek en, van ja, alles plat. Hè? De muziek van alles plat. Die website van RTV Oost. Er is nog weer een nieuw initiatief. Dat is Normalene Bakker. Ik weet niet of je de naam was van wie het werd komen. Ja. Dat is een merk waar hij Grunning zingt. Ja, ja. Maar het zelf tussen duur niet kan. Dus het echt als. Ja. Wie dat convenant heeft kunnen spreken. Maar zeg, waarom doe je het niet in Grunnings? Ja, nou, dat ken ik net nooit zo goud. Ik zeg, nou, probeer het dan in ieder geval. Ja, dat is dus het nieuwe fenomeen van mensen die nu het plat gebruikt. Zelfs al kunnen ze het zelf niet zo goed. Of zonder het nooit natuurlijke wijze praten. Maar ze gebruikt het omdat het zowel artistiek, cultureel, een nieuwe waarde heeft, maar ook en op financieel. Ik bedoel, je kunt het er met neerzetten. Er bent aardig wat, volgens mij, artiesten in het Neder-Saxische spraakgebied. Ik wil niet zeggen die een jacht in de Middellandse Zee kunt veroorloven, alleen maar omdat ze in het Grunning zingt. Maar
die toch een soort identiteit door hem heen bouwt. Ja, klopt. Nou, we teruggekomen op die dingen van dat ging vroeger wel aans en paniem en al die dingen. Ja, ik weet niet zeker of ik dat altijd zo positief me vind. Wat ik wel heel positief vind is dat het natuurlijk steeds onder de aandacht komt. Je hebt tegenwoordig ook weer de gladjakkers, is weer een nieuwe generatie. Jongens van een jaar of 18 en 19, uit Twente, twee jongens. Maar ja, die ook weer alleen maar op dat onbenullige karakter van het plat zit, zeg maar. En nou ja, natuurlijk, het hoort erbij, maar het moet niet het ernstigste mee. Ik zit altijd een beetje bang dat het een leuge huls wordt. En dat, hoewel het helemaal opbehemeld wordt wat die jongens doet, ja. Dat het eigenlijk alleen maar bijdraagt aan het negatieve imago. Ja, ik zou toch ook wel willen zeggen dat natuurlijk vullen van wat er dan in de taal is platte muziek en comedie. Dan bedoel ik niet een Herman Finkers of een Herman Hendrik. Dat is geen platte komedie. Dat is bieste goed. Maar het onbenullige, je hebt die kant. Maar als je een beetje zoekt, dan heb je ook een aanbod van, hoe moet je het noemen, hogere cultuur of ding die altijd wat kleinere publieken zult bereiken. Zoals verhalen, gedichten. Het bestaat wel. Er is niet vullen. Maar ook in de standaardtaal bindt dat randverschijnsel. Ook in de standaardtaal leest niemand poëzie. Dus dat in het Drents niemand poëzie leest, kan wat mij betreft heeft niks te maken met het Drents, maar vanwege het feit dat niemand poëzie leest, in welke taal ook. Mm-hmm. He, maar het bestaat wel. Al bent het nog zulke kleine clubjes, je kunt er wel naar wijzen en wie er wel interesse in heeft, die kan er terecht. Of ja, is er, het bestaat. Je hebt dus Roet, het Drents literatief schrift voor Drenthe. Hoe heet het? De Moespot, geloof ik. Ja, besteed dat nog? Volgens mij wel, maar het is kats onzichtbaar. Ik bedoel, als je erover zoekt op internet, je wordt niet wiezer. Het bent van die initiatieven die het keudelt maar wat deur, maar het zijn mensen die elkaar kent en echt communicatie naar buiten toe om nee jong bloed erbij te betrekken, is volstrekt geen sprake van. Mm-hmm. Dus sommige streken bent versteuken van de mogelijkheid om u te drukken, IJssel wil, of er is af en toe een wedstrijd van de IJssel Academie of wat ook is, maar er is niet echt een terugkerend platform zoals een literair tijdschrift. In Groningen ga je krudden, dat is het bestaat niet meer op papier, maar ze hebben nou wel een digitaal literair tijdschrift. Misschien is het juist wel iets om in zekere zin toe te juichen dat dat fenomeen bestaat en het wordt ook serieus aangepakt. Het is niet maar een website waar je kunt wat insturen en de webmaster die slingert dat dan op de pagina zonder naar de kwaliteit ervan te kijken. Nee, het is een digitaal literair tijdschrift met een redactie die, naar ik aanneem, ook de kwaliteit ervan keurt. Maar die fenomenen, ze bestaat wel. En je kunt het zoeken en je kunt het terechten. Maar je kijkt er natuurlijk vanuit, Londen wil ik niet zeggen, maar je kijkt er vanuit Spanje naar. Ja. Zeer je nog parallellen vanuit Spanje, dat je denkt van, dat zal wel interessant worden om daar ook eens van hoe het plat naar te kijken, zeg maar. Bedoel je de Spaanse situatie, de Spaanse streektaal? Ja. God, ja. Wat ik weet is dat, kijk, in Spanje heb je een aantal talen die landelijk gewoon erkend bent en waar een hele infrastructuur voor bestaat en wat dan niet. Als je het Galicisch neemt, om een voorbeeld van, de taal van Galicië, zit stief dicht op het Spaans. Ik bedoel, natuurlijk, het heeft meer band met het Portugees, maar het spreken, de hele intonatie, je merkt dat het mensen bent die Spaans praat en ook Galicisch erbij. Dus wat dat betreft is het volstrekt vergelijkbaar. Ik zeg altijd, het Fries is het Catalaans van Nederland en het Neder-Saxisch is het Galicisch van Nederland. En zo leg ik het ook in Spanje uit als ik zeg, ik kom uit een piepklein landie. Mm-hmm. Los Países Bajos, waar? Mm-hmm. Holanda, Azië. Je moet zeggen dat het Holland, want anders begreep toen niet. Mm-hmm. In ieder geval, dus, maar zo'n piepklein oppervlakte, zo'n piepklein landie, al is het behoorlijk dicht bevolkt, heeft er nog zo'n variëteit aan taal. En dat is eigenlijk orde vergelijkbaar met Spanje. Maar ja, in Spanje is het meer uitgebouwd. En dat is ook van ons al zo. Mm-hmm. Tolerantie die de, in de tijd van Franco had je wat minder tolerantie voor. Maar uw uitdrukking in uw eigen streektaal is hier altijd al wat vanzelfsprekender West. Als het de laatste tijd de West heeft in Nederland. Mm-hmm. Of er nou specifieke fenomeen bent aan festivals of manieren om daar cultureel wat mee te doen. Kijk, Spanje is ook politiek anders, steekt anders in elkaar als Nederland.
is misschien wat vergelijkbaarder met Duitsland. In Duitsland heb je de Bundesländer, in Spanje heb je de Comunidades Autónomas. Mm-hmm. En die veel meer autonomie hebt als de Nederlandse provincies. Dus die hebt ook meer mogelijkheden. Nou, je hebt te zien waar dat toe leidt even in Catalonië. Hè? Die lui hadden op een gegeven moment zoveel macht en zoveel mogelijkheid om hun bounty zelf te doppen dat ze een gooien dan hebben naar de onafhankelijkheid. Mm-hmm. Er stond de kop in het drak door Spanje. Goed, dat is een verhaal apart. Maar het heeft dus ook weer te maken, net zoals we eerder zeiden over het verschil met Drenthe en regio's zoals Zeeland en Twente. Het heeft ook te maken met wat is de politieke realiteit. Wat kan er structureel en formeel gedaan worden met bepaalde culturele impulsen? Hoe levendig de streektaal hier nog bent? Kijk, in Catalonië is Catalaans op zoveel manieren. Het wordt op scholen gebruikt. Op alle, de rechterlijke macht. Alles wordt geschreven met Catalaans. Ja, dus je loopt door de straten op aanplakbiljetten. Alles is in Catalaans. Of Catalaans en Spaans. Dus dan op een gegeven moment heb je ook een omgeving waar het niet meer als normaal is om die taal te gebruiken. Nou, mm-hmm. Die situatie is nou zo goed als ondenkbaar voor Nederland, ook voor Friesland. Mm-hmm. Dus ik zie niet zo gauw dat we daar naartoe zullen groeien. En op talig niveau, zoals Galicisch en Spaans, daar zit ongeveer dezelfde afstand tussen als tussen Neder-Saksisch en Nederlands. Mm-hmm. Maar de werkelijkheid, wat er leeft, hoe de mensen erover denken, is zo anders per land. Dat okay. Je kunt het als voorbeeld geven om mensen wat uit te leggen over een ander land. Door te wijzen op parallellen die er bestaan en verschillen die er bestaan. Maar om wat in hun eigen land gedaan proberen te krijgen door te wijzen op een ander land. Ik weet het niet. Ik geloof dat je meer moet ruwen met de riem die je hebt in het eigen land. Wat is er mogelijk? Wat kun je proberen? Wat is eventueel nog realiseerbaar en wat is gewoon een fantasie? Ja, dat je jezelf wat wies maakt, zeg maar. Dat je de staat Neder-Saksië wilt construeren, Oost-Nederland en Noord-Duitsland. Ik bedoel, een prachtige fantasie. Maar, ik bedoel, het is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar je hebt dingen die puur tot de fantasie behoort en daar kun je dan over schrijven of een mooi verhaal in over bedenken. En je hebt, ja, zoals ik nou zeg, ik geloof dat de enige manier ook nieuwe generaties het platteland te gebruiken is dat op school te onderwijzen op een manier dat nou nog niet gebeurt. Mm-hmm. Voor mij is het een beetje een open vraag. Is dat meer diepgang bedoel je? Dat je weet gerne meer diepgang op school. En is alleen maar Gerrit-Jan en, hoe heet het ook alweer? Gerrit-Jan en Anneging. Hendrik van Heerde, die kwam uit Vanhoven. Ja. Prachtig verhaal. Ja, natuurlijk is het meer diepgang en met een meer sereneus dan worden op scholen. Voor mij is het een open vraag als dat gaat lukken of niet. Ik kan als pessimist zeggen, van zijn levensduik niet. Je kunt als optimist zeggen, nou, er is steeds meer mogelijk en er is al behoorlijk wat veranderd en de kop te ver. Dus het is in ieder geval een kwestie die leeft, een debat. Ja, absoluut. Ja, en ik vind hem ook wel dat steeds meer leu wilde het ook wel, zeg maar. Vooral de jongeren, die vinden het heel jammer dat het geleerd is, zeg maar. Dat het ik kom heel vaak leuting uit Nachtrook, uit Zeeland, uit allemaal jongens die het zeggen van, ja, dat is eigenlijk toch wel heel mooi in. Door het zeunen, dat er niet eerder aandacht aan is aan de rim. Maar tegelijkertijd, als je dan vraagt van, nou, hè, als je dan wichter hebt, zo is het dan plat leren. Nou, dat dan ook weer niet, want ze verneemt nog altijd dezelfde blokkade, zeg maar. Als je dat doet, dan loop je kansen mis. En nou, dat weet je hoe wichter en niet dan ook. Maar ik probeer dan altijd te wezen op... Zo'n old fenomeen, dat zelfs de meest zichtbare streektaalactivisten hebben dan zelf kinderen. En nooit, maar dan ook nooit. Nou, niet nooit, want Abel Darwinkel van het Huis van de Taal bijvoorbeeld, die heb ik wel in video's plat zien praten met zijn zoon. Maar genoeg, die ging sprake van om de taal dan ook werkelijk deur te geven, maar hun eigen kinderen. En dan heb je het over de mensen die het meest bezield zijn voor de streektaal. Precies, en dan over, ja nee, maar met een vrouw worden en dan kan je het niet. Ja, dat maakt toch niet uit, maar er kan niet toch wel een keuze. Ja, nee, maar mijn vrouw moet, heb ik ook wel eens gehoord. Mijn vader moet riezen, maar mijn moeder denk ik moet uitvennen. Dus dat kon niet. Hoezo kan dat niet? Kun je toch van beide wat laten doen? Ja, ja. Maar goed. Ja, bent er nog aspecten die totaal over het hoofd... ja, je kunt natuurlijk zoveel bespreken als je wilt. Mm-hmm. Ons gesprek is behoorlijk een beetje een esoterische west, volgens mij.
Dat hebben jij moet leren. Taaltechnische ding, verschillen tussen regio's. Ding die interessant bent voor mensen die sowieso al bezig bent met Neder-Saxisch. Mm-hmm. Maar ik denk, als je een algemene luisteraar bent, nou, er zal een reden zijn waarom je op de play-knop drukt van Neder-Saxische podcast. Maar dan nog, misschien dat ze niet alles metkrijgt. Van alle details en specifieke naam daarover met te smeten hebt. Mm-hmm. Nee, maar ik bedoel, mij zal het interesseren. Nou, wat horen wat ik nog niet eerder gehoord heb. En het gaat over een onderwerp dat mij interesseert. Graag. Mm-hmm. Hè? En je zult het ook niet gauw op de radio of op tv wie er hun. Dus het is nou juist deze podcast die ervoor is. Om te praten over waarom is Drenthe in streektalen opzicht actiever als Salland. Hè? Nou, ik wacht er niet op om dat op het klokhuis Te krijgen. Dus, dat ben je dan juist adres, volgens mij. Precies. Ik bedoel meer van wie men ook zelf dingen gewoon aanpakken en erachteraan gaan om dat op een hoger plan te krijgen en wat meer zichtbaar. Want dat is ook iets wat ik nog wil vragen. Ja, ik uit Engels, ik uit Duits volgens mij, je hebt een beetje verdiept in Deens, ik uit Frans, ik uit Spaans, ik uit Afrikaans. En je hebt ook verdiept in Cornish. Je ziet zelf redelijk, nou ja, dat zeg je zelf altijd, pessimistisch over onze spraken. Waarom doe je het dan toch? Dat is eigenlijk mijn vraag. En op wat voor wijze doe je dat dan? Nou, Martin Koster, de Drentse schrijver, of over Riesel Drentse schrijver, net als ik. Die heeft iets van het schrijven met Drents. Nou, hij is dus ook de oprichter van Tietschrift Roet. Bestiet nog steeds. Kom vier keer in het jaar uit. Die heeft gezegd, of schrijven dat schrijven met Drents, dus literair bezig zijn in Drents, is de show van het leven. En dat is nou een uitdrukking die mij altijd bijgebleven is. Dus het heeft wat. Ook al weet hij dat anderhalve man in Perekop het zal lezen, if that. Mm-hmm. Het maakt uiteindelijk niet zoveel uit, want we gaan allemaal dood, we worden allemaal vergeten. En dus of nou 10 mensen het leest, of 100, of belustert, uiteindelijk gaat het erom dat je zelf het nooit zin hebt, daar de willen van hebt. En dat de mensen die je ermee bereikt de willen van hebt. Dus voor mij is een groot deel van het bezig zijn met Neder-Saxisch, met het hele fenomeen, waar ik voor mijn 24e niet echt mee bezig was, of helemaal niet, is wederom, zoals ik door je zei, wat esoterisch. Dus het is heel erg een persoonlijke interesse. Ik hou me bezig met literair schrijven, met gedichten, met verhalen. Niet iets wat waar hele volkstam mee bezig zult, kunt en hoeft te weten. Je hebt eigenlijk een volledig andere insteek. Je bent meer bezig met het vraagstuk van wat kunnen we met Neder-Saxisch of met Saxisch als levende taal in de maatschappijen van vandaag. Mm-hmm. Ja. Ik vind het prachtig dat soort dingen tegelijkertijd bestaat en dat niet iedereen hoeft dezelfde insteek te hebben of dezelfde talenten of instincten. Je hebt vaak gezegd, verhaaltjes en gedichten schrijven met plat, machtig mooi, maar je redt de taal niet met. En ik heb daar altijd op antwoord, roerend met eens. Tegelijkertijd, en daar ben je natuurlijk ook met eens, met het bestaan. Het is een onderdeel. Het is absoluut. Het is misschien een randfenomeen binnen het randfenomeen van de streektaal. Maar ja, ik ben dan een van die lui die wat doet met streektaal en literatuur. Streektaal op schrift. Mm-hmm. En ik vind het prachtig dat er andere mensen met andere talenten bent, zoals je, die wat meer doet met streektaal en de bredere gemeenschap. Ja, dat is inderdaad net wat je zegt. Kijk, je kunt ageren tegen de leur die alleen maar bezig zit met nostalgie en kleerdragen en vroeger en klompen. En nou, kinderen den doet met de Lussense buggelrieders. Die gaat één keer in het jaar gaan ze met hoepels over de straten. Nou, hartstikke mooi. Dan kan je tegen agenten van, nou, wat heeft dat nou voor nut? Aan de andere kant zit de leuze als hij dit heel hoogdraven bezig zit om echt de top van de top qua Neder-Saxische literatuur te ontwikkelen. Dan kan je ook tegen agenten van, wat heeft de gewone man dan nou? Maar het moet er beide zijn, zeg maar. En we moeten proberen om het zo breed mogelijk te horen. Natuurlijk, op het moment dat je subsidie aanvraagt, of op het moment dat het wat om het bredere politieke, de kwestie van wat voor infrastructuur, wat voor mogelijkheden bent er voor de taal, kun je erop wijzen. Nou, dit is een taal, er wordt in zong, er wordt in geschreven, er wordt in acteerd van mijn part. Hè? Je hebt Zeepriegers, soapseries zoals Van Jongelui en Alle Grond en Bob Watte. Je hebt literaire tijdschriften, digitaal, op papier. Je hebt metal bands, je hebt all the folkliedjes, je hebt voor mijn part punk in het plat.
Mm-hmm. Alles wat. En, ja. En dan kun je een sterk verhaal maken dat, kijk, er wordt op alle andere wijzen wordt de taal gebruikt. Ja, klopt. Je schreeuwt, of ik heb wel eens dingen van over bezien komen, dat je gedichten hebt overzat in het Drens of in het plat. Hoe loop je dan tegenaan en wat is er nou zo mooi aan of wat is de uitdaging daarin? Kun je daar iets over vertellen? Nee, voor mij is zo dat ik ben als ik zeg geboren schrijver, dan valt wel wat op af te dingen, want zo verschrikkelijk productief ben ik niet, maar ik hou van schrijven. En een geboren vertaler. Dus die twee dingen komen bij elkaar. En ik merk gewoon als ik een prachtig gedicht in Spaans of in het Engels tegenkom, dat het soms jeukt, dat ik soms, ja, het gebeurt helemaal vanzelf. Ik wil daar een Drentse vertaling van maken, of andersom. En dat deel je dan met de wereld. En soms komt er vanuit onverwachte hoek ook nog eens een reactie op. Mm-hmm. Maar als je het zo moet doen, in de hoop op roem of op een breed lezerspubliek, natuurlijk begint het daar niet met. Het begint met een innerlijk streven dat er is, dat zich moet uiten. Dat, hè? Mm-hmm. En door dan met een beetje geluk een klein publiek voor is. Van soortgelijke mensen die ook in dat kleine huukje bezig bent. Mm-hmm. Zal je slim winnen als het verdwijnt? Of zie je daar heel pragmatisch in van ja, als het verdwijnt, dan verdwijnt het. Als het strekt, dan verdwijnt. Nou, ik heb mij al langer over. Ik bedoel, voor mij is het zo'n natuurlijk fenomeen dat bejaarden en boeren, om eens wat te noemen. Mm-hmm. Die praat plat. Dus als je in een bejaardenhuis of op het platteland bent, dan is plat nog een bastion. Niet waar? Mm-hmm. Ik vind het een heel vreemd idee. Als we nu al naar het westen gaat, of naar het zuiden, of wat dan ook. Je hoort boeren praten in standaard Nederlands of iets, of in ieder geval die niks hebt met Nederlands. Dat vind ik al een vreemd geval. Natuurlijk puur omdat ik opgegroeid ben in een behoorlijk landelijke omgeving, mm-hmm, waar de Saksische streektaal en het boerenbedrijf, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of als je 50 jaar vooruit gaat in de tijd en je stelt hoe een bejaardenhuis voor, waar mensen van 80 alleen nog maar zo praten of, mm-hmm, geen woord plat meer kunt. Ik vind het zo'n onwerkelijke, ja, toch wel een schrikbeeld. Verleuren wat voor u zo natuurlijk is en zo absoluut. Klopt, en tegelijkertijd is het net ook weer waar je denkt, we gaan allemaal door, naar ons zal er geen mensen meer klagen, zeg maar. Hmm, maar ja. Dus hoe maak je je druk om? Ja, en het is ook zo dat, ik bedoel, voordat I en ik 80, 90 bent, met er ook nog wel wat tijd voorbij gaan. Dus ja. Voordat de lessen spreken, de lessen als een blus, dat giet niet zo rap. Het zal min tijd uitduren, is een uitdruk. Ja, dag, precies. Wie hebt inderdaad nog wel een, en in die tijd, sinds dat die beweging een beetje op gang komt, die waren 60 zeg maar, dus ongeveer 50 jaar geleden. Stel nou dat ze voor je ook nog 50 jaar hebt, misschien kan er wel een hele kentering komen. Ja, en dan zeg ik van ja, daar wil ik me maar voor inzetten. En dat probeer ik dus ook te doen met al die podcasts en al die vernieuwende wijzen voorop bij die sprakelijke gebroeken. Om maar leuk te laten zien dat het met kan in deze tijd en dat het ook helemaal niet slim is en dat ik net zoals waar ze vier hier nu bewijst, gewoon hele normale gesprekken in kunt hebben en ook niet alleen maar oude vroeger of oude boeren houten kunnen. Maar inderdaad, ik zie nou wel steken kom in het bejaardenhuis. Dat is inderdaad een hele vreemde gewaarwording. Ik stap hier in een lokaal bejaardenhuis binnen. Nou, vanuit gewoonte begin ik daar in het Rieses iets te vragen. Nou, want dan komt er ineens een iemand voorbij die zo praat. Ja, dat verwacht je gewoon absoluut niet. Tot nu toe bent er dan migranten nu. Ja, ja, precies. Ja, maar dat het in de toekomst ons eigen, ik bedoel, ik hoorde les een stuk in audio van een mergin dat op zijn goois praten. Zo hoor en maar in de hoorn. Mm. Behoorlijk sterk. Waar kwam die weg? U een plaats in Niedwied van Eluzen in Overijssel. Ik bedoel, hoe kreeg ze het van elkaar om daar weg te komen? En dan op zo'n televisie manier te praten. Ik kan er met het verstand niet bij, maar kennelijk is het wel zo. Nou, dus als die 87 is en in bejaardenhuis zit, ja, dan is dat de werkelijkheid van die bevolkingsgroep. Ja, maar goed, je kunt het ook weer een beetje afleren. Hè? Dat is natuurlijk ook weer waar. En ik denk dat we daar zelf heel hard achteraan moeten. Ja. En ja, dat zie je zelf bij. En dat is gewoon het hele punt. Daarvan probeer ik leuk te overtuigen. Kijk, een convenant en een erkenning, hartstikke mooi. Maar daar moet je niet achterhouden. Dan moet je juist nu in de benen komen en het aanpakken en met elkaar de schouders eronder zetten, zeg maar. Ja, ja, ja. Je hebt gelijk. Je kunt er cynisch over ween van, oh, weer zo'n stok in papier en geen cent die er dan verspild wordt. Put your money where your mouth is. Ja, precies. Maar
in plaats van cynisch te zijn, kun je ook zeggen, nou, het is mooi, dat symbool, dat hebben we dan ook weer zo'n drak in de roggen. En dan kun je met de wijn nou het werk doen. Ja, precies. Ja. Je zegt altijd, het is nooit no naap niet binnen, hè, no keur het pas, no moet gebeuren. En, yep. Ja. En ja, wie dat dan moet doen, ja, hier en ik en iedereen. En allemaal op onze eigen manier. Ja, juist. En hier kan je het mooi Drens of Nieluzigers of Alvriesels. Prima, ik doe het op mijn Nieriesens. Met een beetje een Erdes Renke de duur. En nou, kijk, en zo is dat altijd volgens mij gewoon. Ja, iedere generatie, ieder geslacht, moet ik elk zeggen. Want daar heb ik ook alweer commentaar op gehad. Dat ik generatie zijn geen geslacht. Iedere generatie heeft zijn eigen slag van keien. En nou, dat zal altijd zo blijven. En natuurlijk zal het platwoud nog eet, dat geeft verloren. Maar nou, ik zit er wel van overtuigd dat er altijd wel een bepaalde wijze van keien hier in het oosten blijft. En juist nu heb ik de kans om dat in de goede richting te sturen, zeg maar. Of in ieder geval de leuderen oude Noord-Laten denken dat het in een andere richting kan als waarin dat het altijd er gewoon heeft. Ja, ja. Meen je dat de regionale omroepen, radio en televisie, ook nog uiteindelijk als lessen te overtuigen valt van de interessantheid van de streektaal? Of is dat echt een verloren zaak? Nou, ik denk dat de regionale omroep sowieso een verloren zaak zit. Want wie zit verdaan meer op internet en ja. De jeugd van nu zocht zijn ene kanalen op. Die las ik niet lijn duur. Nou, uit de VO's kijk ze nooit naar. Is niks op te beleven. Niks voor ons. Dus als ik kijk naar mijn ene nichtjes en neefjes. Die kijk naar Dylan Hagens en Enzo Knol. En allerlei YouTube-corriveeën. Leur dit. Om meerdere gevallen miljoenen wichteren in Nederland bereikt. En de ouders laat ook allemaal met toe. Want hè, dat is hem lekker makkelijk. Hier een iPad, holden we hem een uur stille. Ja. Als je door wat weer te bereiken, zeg maar, en misschien ook via de school, ja, zeg maar, dat YouTube en school integreert, kun je inderdaad een heel beeld bereiken. Ja, dus het feit dat op RTV Oost het Nijs nooit in plat zal worden en dan, of het feit dat de Stentor of de Meppelse krant of welke krant ook nooit in het plat zal screamen, dat is nu allemaal niet zo slim, want dat ben toch al de achterhaalde media, we moeten nou de focus leggen op wat we nou aan het doen zijn, podcasts voor YouTube, dingen voor op het internet. De nieuwe media. Er is natuurlijk wat voor te zeggen. Kijk, wie hebt dan Tubantia in, dat is eigenlijk gewoon de Stentor, allemaal persgroep. Kijk, die probeert maar op een vernieuwende wijze nog wel lokale nieuws te brengen. En ik verneem wel dat vooral Tubantia wel dingen ook met Twents probeert. Hè, dat is wel een goede ontwikkeling. En leuk weer het van Oud zijn ook nog wat te veen. Maar ik denk niet alleen maar regionaal te kijken, maar ook veldwiet, zoals ik dat altijd met weldspraken probeer te doen, denk ik dat het goed is gewoon het nieuws gewoon zo nuchter mogelijk in onze spraken te brengen. Ik neem aan dat Leur ook weer een bepaald idee geeft dat het gewoon kan. Ja, ja. Ja, het is feitelijk een situatie waar tegelijkertijd is de taal op starten naar dood en er zijn nou allerlei nieuwe kansen die mis met technologie te maken hebt. Een eerst dingen te doen om daar een verandering in aan te brengen. Dus het is een slim interessante titel wat dat betreft. Klopt. En nou ja, wat, daar heet weer die Nisa's schriftwijze. Dan is haar nooit zo uitgebreid binnen zo'n korte tijd ontwikkeld kunnen worden. Ook niet Facebook aan de hart en elkaar gewoon ouw eens een keer wat bedachten. Meteen een telefoon erbij, hup, op Facebook een berichtje van, nou, hoe denk je hierover? Of kan je niet beter zus of kan je niet beter zo? Het heeft ons echt nerder bij elkaar gebracht. En ik denk het probleem waar je nog steeds bij heel veel leur hebt, is dat ze van vroeger uit keek iedereen heel slim op zichzelf, navelstaderij, zeg maar. Mm-hmm. En datzelfde verplaats ik nu op internet. Dat leuk groepjes alleen een vuur Riesen opricht. Of alleen een vuur Old Helden of ik noem maar wat. En dat je diezelfde inwaartse blik, zeg maar. Alleen maar kijken wat van hemzelf is. En anders taboeten, daar wil niks mee te maken hebben. En ik denk dat vooral de jongere generatie, juist omdat het internet zo groot is en dat ze vanuit andere spraken azeert dat het zo uitgebreid uitwisselen kan, dat ze dat ook voor onze spraken biedt. Want ik verneem me waar dat vooral jongere leu heel erg geïnteresseerd zijn in die Nisa's schriftwijze. Ja. Wie hebt Daniel Loewes, dan is groot vuurstaander. Wie hebt Hendrik Jan Bukkers, dan zei van, goh, geweldig dat besteedt. Kun je me dat leren of wie me dan met helpen? Nou, kan gebeuren. Harry Scholtmeijer, dan is helemaal, dat ken je misschien ook wel. Ja. En dat vind je prachtig.
En dus zo zitten al wat steeds meer leu die zeggen van ja, hier hebben we bewogen, zeg maar. En dat hoeft dan niet per se nou in de vorm dit nou vast te liggen, zo te blijven. Want het kan best wel wij dat leu dat een bepaalde ja, traditie ontsteedt door wie uit. En dat het door uit verder ontwikkeld en versimpeld kan worden. Wie het nou een vrij lastig, liever document, heel daarvan. Maar dat kan wel, door dat leu vaker gewoon gebruiken en bepaalde gewoontes in ontwikkeld, kan dat weer versimpeld worden. En ja. Nou ja, waar je moet anders beginnen. Soms denk ik wel eens, het is iets kan makkelijk kwijtraken. Een taal, een woord dat al eeuwen of duizenden jaren bestaat, kan van de ene op de andere generatie verdwijnen. Maar tegelijkertijd kan het soms ook een kleinere stap zijn naar je soms meent verrassend genoeg weer iets naar je leven in te blazen. Waarvan hij eerder meent dat dat helemaal een fout was, dat er geen mogelijkheid meer was om het terug te krijgen. Ja, liet het toch. Ja, de vuurbeelden zit te over. Want je hebt in Nieuw-Zeeland het Maori. Ja. Helemaal terug van voor de West. Nou, het Cornish zeg je, dat was oedersterven. Er zitten nu weer een paar honderd sprekers van. Ja. Het Manx. Op The Isle of Man is in één keer dat leu zijn van ja, hallo, jullie zijn dat onze sprake dood was. Kijk dus, wie heeft nog altijd de bondskeul? Mans kan betragen. Ja, precies. Het kan wel, maar dan ben je er met de wan achteraan. Ja, dus de verrassing met de wereld nog niet uit. Precies. Mooi idee om een met af te sloeten. Nee, mijn punt achter te zetten. Want volgens mij hebben we wel in alles uit een melkt, of een malk. Uit het formaat van 3-4 uur. volgens mij ook. Kletsen. Ja, het is wel goed om eens een keer met wat andere leu daarover te kruien. Want ik zit er inderdaad vaker alleen en in mijn eigen sop gaat te kokken, zeg maar. Dus het is wel eens goed om ook weer eens een keer naar boeten te komen. En te horen hoe een ander daarover deg en daarover te sparren. Zoals dat zo mooi in het Hollands het. Wat ik trouwens een verschrikkelijk woord vind. Maar om eens ideeën uit te wisselen en absoluut. En daarom vind ik een gesprek met Gaston Dorn ook zo interessant. Het is een andere dimensie. Hij altijd maar schrijft over het Neder-Saksie. Dan hoor je leest altijd weer dezelfde argumenten. Want mensen veilig bent schrijven met zichzelf in dialoog. Monoloog. Niet waar? Maar zodra hij erover praat, een levende uitwisseling hebt, dan kunt er nieuwe zienswijzen ontstaan. Nieuwe ideeën opkomen. Prachtig woord. Ja. Plat slaan? Ja, nou, laat het eens plat houden. Oké, Martin. Chris, ik wil u bedanken voor dit gesprek. Mijn deur gaat er inderdaad zat hoe je gehaald hebt. Als je leuke ideeën hebt of vragen hebt voor Chris, laat het weten op weltspraken@gmail.com. Dan zal ik zorgen dat het op de steken heb. Ja, volgens mij kunnen we weer een paar weken mee vandaan. Maar heb je ideeën of punten dat je denkt van, goh Martin, kan je het daar eens een keer over? Of hier een vrouw tussen of tennis een keer, voor eenzelfde soort gesprek. Laat het weten. Wie? En liefst die niet zo wereldvreemd is als al die taalkundig onderlegden die je tot nu toe uitnodigd hebt. Al die taalnerds. Ja. Ik had er zo gek niet voor zin. Kom dus een keer, denk je van, een ondernemer met een speciaal idee. Of dit of tennis heel drukt hier of daar met iets wat de wereld geeft veranderen. Ik zeg, dood hen en gaan leuk en laat het kapot koken. En dan zal Chris ook vast nog wat een mooie afsluiter hebben. Chris, laat het goed. Goed gaan, zei. Nou, dan horen we het bij. Leuk, hen en gaan. Goed gaan.